Aha. Kijk. Iemand heeft het toch wel in gebruik genomen. Ja, nee, heel goed. Dames en heren, goedenavond. Het is even na 7:30. Wij kunnen de vergadering van de Raad van de Gemeente Ommen van 26 januari 2017 openen. Ik heet vanzelfsprekend de leden van de gemeenteraad van harte welkom, leden van het college, de leden van de rekenkamercommissie die hier voltallig ook op de tribune zijn, hartelijk welkom. Dat is ongetwijfeld ten behoeve van de bespreking van uw rapport, maar fijn dat u ook vanavond in ons midden bent. De overige mensen op de publieke tribune, fijn dat u er bent en natuurlijk iedereen thuis die dit live volgt en ik heb begrepen dat dat toch ruimschoots het geval is, dus dat is ook mooi om te constateren. We hebben voor vandaag een mooie agenda voor de boeg en de vraag is of u daarmee kunt instemmen, maar niet nadat ik u heb gemeld dat er twee afwezig zijn, mevrouw Makkinga en de heer Katerberg vanuit de fractie van het CDA. De conceptagenda van de raad, kunt u daarmee instemmen? Alsjeblieft. Ja, dank u wel voorzitter. Het CDA die zou willen vragen of de collega's het met ons eens kunnen zijn als we agenda punt 10 en 11 als hamerstuk kunnen behandelen. Dank u wel. Ik kan het daarmee eens zijn, maar dat is niet zo, niet zo belangrijk, denk ik. Ik kijk even rond. Kunt u daarmee instemmen? De heer Van der Moren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voor ons maakt dat in de praktijk niet uit, dus we zijn het erover eens. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben bij punt 11 een klein technisch vraagje. Althans, technisch, een principieel vraagje. Maar dan kan het wat mij betreft heel kort gehouden worden. Oké. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dan maakt het dus niet meer uit of ik het wel of niet een hamerstuk vind. Want dan wordt het dus gespreksstuk. Nee, ik kijk even of we 10 als hamerstuk kunnen houden. Dan 11 kort. 10 hamerstuk, VVD-fractie, idem. D66 kan daar ook mee instemmen. VOV ook. Dan doen we zo, mevrouw Bakelaar, dat wij 10 als hamerstuk doen na 6 en dan 11 kort bespreken. Dank u wel. Dat had ik ook als voorzitter heel goed kunnen doen. Ik ben blij dat u mij daarin ondersteunt. Ik kom bij de vaststelling. Oh nee, sorry. Ik kom dan eerst bij het vragen half uur. En er zijn twee vragen gemeld door de fractie van de VOV. In ieder geval één over de stichting Helemaal Ommen door de heer De Jonge. Dat is de portefeuille van de voorzitter. Ik heb afgesproken met de heer Van der Moren, die vandaag plaatsvanger is, dat ik even kijk naar de hoeveelheid vragen om dan te beoordelen of ik de beantwoording zo kan doen vanaf hier of dat de heer Van der Moren toch even moet komen voorzitten. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, de vragen gaan over de verantwoording vanuit Helemaal Ommen. Maar voorzitter, ik heb, het is een goede gewoonte hier om de vragen vooraf naar het college te sturen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de vragen. Maar voorzitter, wij waren vanmorgen, of ik was in ieder geval vanmorgen zeer verrast toen ik om 5:45 mijn bedje uitkwam, om 6:00 met een kopje thee toch nog even op mijn iPad keek en zag tot mijn grote verbazing dat er een hele bulk informatie van Helemaal Ommen binnenkwam. Naar onze raadsleden, maar ook naar u als college. Voorzitter, en ja, ik had vroeger, toen ik in de ondernemingsraad zat bij NS, had ik een directeur die zei, Gerrit, toeval bestaat niet. Zelfs als de brandweer hier voor de deur staat, zal het geen toeval zijn. En dat gevoel riep het bij mij ook op. Vandaag de vragen willen stellen, ik heb ze vorige week aangekondigd. En zo opeens midden in de nacht een bulk met informatie. Voorzitter, ik heb in die stukken van Helemaal Ommen een aantal dingen gelezen. Hele hoop informatie. Maar de informatie waar wij en waar ik u straks vragen over ga stellen, die we nodig hebben, zat er niet bij. Er zat geen jaarrekening bij en ook geen overzicht van hoe de gelden besteed zijn, voorzitter. Voorzitter, en daarnaast viel ik bijna van mijn stoel toen ik las dat er opdrachten verstrekt zijn. Ik zag dat de voormalige secretaris van Helemaal Ommen in haar brief schreef dat de opdrachten verstrekt zijn aan het bedrijf die van haarzelf is. En dat verbaast me zeer. Dat is reden te meer
om energie te steken in overzicht te krijgen van hoe de gelden van helemaal om een waar die aan besteed zijn, voorzitter. Want het is immers, gaat het over geld die vanuit de gemeenschap, gemeenschapsgeld, besteed is om een uitvoering taak te geven aan iets wat wij als gemeentebestuur gezamenlijk hebben gevraagd en helemaal om. Want voorzitter, ik herinner me nog als de dag van gisteren dat wij in 2011 hier bij elkaar zaten en dat helemaal om. Toen nog Stichting Promotie Ommen een begroting presenteerde met een visiedocument die er zeer gelikt uitzag en waar ze 50.000 euro subsidie vragen. Dat was een behoorlijk wat geld. Ik was toen als raadslid, stond ik erachter, want het stuk was een prachtig stuk en dat gaf ook wel weer wat helemaal Ommen, toenmalig SPO, zou uitvoeren, hetgene wat wij aan hun verzocht hebben. Ik heb hier toen een huilende secretaris van helemaal om aan tafel gezeten toen er besloten werd dat ze niet die 50.000 euro kreeg. Ik heb de toenmalige voorzitter, die wordt ook in het stuk benoemd, de heer Daan Geurts, weg zien lopen en afscheid zien nemen van de stichting helemaal ommen, omdat hij niet kon uitvoeren wat hij in zijn begroting vaststelde. Voorzitter, en dan verbaast het me te meer als ik in de brief van helemaal ommen lees een stukje huilverhaal, van wij hebben niet dat geld gekregen wat we van u nodig hebben en we hebben dat daar mee gedaan. En wees alsjeblieft bedankt dat wij datgene hebben kunnen doen voor het geld wat we gekregen hebben. Voorzitter, het zal allemaal maar zo, maar ik heb nog steeds geen jaarrekening gezien en een financieel overzicht. Voorzitter, mijn fractie, en ik heb het bij de begroting ook al aangegeven, en misschien is dat een voorschot op een van de vragen, zou heel graag zien dat wij in de verordening, subsidieverordening opnemen, dat instellingen die subsidie krijgen van gemeentegeld, die meer is dan 5.000 euro, achteraf verantwoording aflegt, net zo goed als ze van tevoren een begroting moeten inleveren, achteraf verantwoording aflegt van waar het geld gebleven is. Voorzitter, ook in het stuk heb ik gelezen dat de secretaris van helemaal om me aangeeft dat zij het college volledig geïnformeerd heeft. En van alle zaken waarom gevraagd is, is voorzien. Voorzitter, en daar ging het nou juist om. Want wij hebben op 21 december antwoorden gekregen op onze schriftelijke vragen die hierover gingen. Want we hebben het ervoor gekozen om het niet groter te maken dan het is. Want anders hadden we vandaag, want het lijkt vandaag wel de dag van verantwoording over bonnetjes en verantwoording over zaken die gelopen zijn. Ik heb de hele middag zitten kijken naar wat er in Den Haag allemaal afspeelt. En eigenlijk zie je dat hier ook weer. Er moet verantwoording afgelegd worden voor wat er met gemeenschapsgeld gebeurd is. En daarvoor hebben we er voor gekozen om het eerst klein te houden, uw schriftelijke vragen te stellen, zodat het niet naar buiten komt. We hebben nog steeds geen antwoord gekregen op onze vragen. Dus vandaar nu in de openbaarheid. Voorzitter, ik ben ook zo vrij geweest om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel. Om eens te kijken van hoe is het proces gelopen. Bij de Kamer van Koophandel is de stichting helemaal om me uitgeschreven en die is overgegaan onder hetzelfde inschrijfnummer naar de stichting Verkeersregelaars Ommen, waar een persoon uit Zwolle de voorzitter van is. Voorzitter, dat bevreemdt ons. Het bevreemdt ons, ik heb bij de Kamer van Koophandel nog nagevraagd van of er een vereffenaar benoemd is, zoals dat ook hoort, wettelijk vastgelegd is, als je iets opheft moet je een vereffenaar hebben, is bij de Kamer van Koophandel niet bekend en er is ook geen vereffeningsrekening bekend. Terwijl er wel, heb ik in de stukken gelezen, ongeveer 3500 euro van gelden van helemaal ommen, wat bedoeld is om evenementen te organiseren en verenigingen dan wel organisaties te ondersteunen in de richting van het gemeentehuis overgeboekt is naar de stichting Promotie Ommen. Voorzitter, ik heb ook bij de Kamer van Koophandel gevraagd van of daar jaarrekeningen gedeponeerd zijn vanaf 2013. Het antwoord in eerste instantie was nee, maar het is wel een plicht. En later werd ik teruggebeld van het is geen plicht, want dat is alleen maar voor stichtingen die meer dan 6 miljoen euro in de boek hebben staan. En nou, volgens mij is dat in dit geval niet het geval. Maar het zou wel plezierig zijn dat de stichting helemaal om aan onze verantwoording aflegt wat er met het geld gebeurd is. Voorzitter, ik heb de eerste vraag ook een klein beetje in de stukken gelezen. Van de vraag aan u is van hoeveel geld heeft de stichting helemaal om de afgelopen jaren aan subsidie ontvangen?
En eigenlijk bedoel ik daarmee vanaf 2011 of 12 dat zij in het leven zijn geroepen. Dus daarvoor de Stichting Promotiehommen. En als ik het goed gelezen moet u maar bevestigen, zou dat 37.000 euro geweest moeten zijn. En ik hoor graag van u, want u bent immers ook de portefeuillehouder, voorzitter. Ik wil graag van u horen van of dat die 37.000 euro juist is, of dat meer of minder geweest is. Voorzitter, in reactie op onze schriftelijke vragen geeft u aan dat u bezig bent om de jaarrekening en andere stukken bij de Stichting Helemaal Omme te krijgen. En dat zijn de beantwoordingen in de vragen van 21 december. En u geeft aan van zo gauw ik die informatie heb, zal ik de raad informeren. Voorzitter, heeft u die informatie inmiddels gekregen? Dus heeft u de jaarrekening? Ik zie dat ik even twee dingen door elkaar haal, maar dat vindt u vast niet erg. Twee punten. Ja, voorzitter, en wat voor mij ook heel erg onduidelijk is, dat wij een brief gezien hebben van de Ommer Bissing, gestuurd door volgens mij de secretaris mevrouw Wennemars, waarin staat in december 2015 dat er een bedrag van 9.000 euro overgeboekt wordt van de Stichting Helemaal Ommen naar de Ommer Bissing. Ik heb u daar ook al schriftelijke vragen over gesteld en u heeft gezegd van ja, dat hebben wij ook gelezen volgens mij in de schriftelijke beantwoording. Maar dat geld hebben wij geen rol in gespeeld en we weten niet of dat geld er is. Ja, ik zou graag weten en misschien kunt u daar ook onderzoek naar doen. Wat is er gebeurd met die 9.000 euro? Want in 2015 heb je 9.000 euro en in 2017 schrijf je dat je het restbedrag van ongeveer 3500 euro over heb gemaakt aan de Stichting Promotie Ommen. Dus ik zou graag aan u vragen van of u er kennis van heeft en of u daar onderzoek naar wil doen van wat het geld gebleven is. Ja, voorzitter, ik heb het net al aangegeven van is er bij u dan wel bij het college bekend wie er benoemd is tot vereffenaar van de Stichting Helemaal Ommen en is er u bekend of er een vereffeningsoverzicht beschikbaar is? Ja, voorzitter, en het laatste vraag die heb ik ook al aangegeven in mijn inleiding. Van deelt het college de mening van de VOV-fractie dat er bij verstrekking van subsidies met een behoorlijk bedrag aan het eind van het jaar, na de wanneer de begroting vastgesteld is, ja, daarna, dat er dan een jaarrekening gepresenteerd kan worden? Mevrouw Bakelaar, CDA-fractie. Nou, ik had even een vraag. Het is misschien wel een heel relevant thema. Ik zou het dan liever geagendeerd hebben zien. Ik vind dit iets uitgebreider dan een vragenhalf uur, maar dat is even mijn opvatting. Ik kom er zo wel even terug als u dat goed vindt. En zijn er aanvullende vragen? De heer Bongers, LPO. Ja, mag vanaf daar. Dank u wel, voorzitter. Ja, even een paar kleine aanvullingen. Ook wij hebben natuurlijk wel met heel veel belangstelling de stukken gelezen. Veel data, maar weinig informatie. Er is een financieel jaarverslag gemaakt voor 2016, waarin heel veel kosten toegerekend worden aan de verkeersregelaars. Wij zouden graag daar, het is toch bonnetjesdag vandaag, daar de facturen, de bonnetje van willen zien. En wel, het is jaarverslag 2016, dus voor de aanschaffingen van in 2016, niet van de jaren daarvoor. En daarnaast hebben wij ons toch wel verwonderd over het feit dat het beheer van de muziekkoepel ondergebracht is bij de stichting Helemaal Omme. Was mij niet bekend. En des te meer reden, daar heb ik u al eerder om verzocht, om het secretariaat van de nieuwe stichting over te plaatsen naar een ander adres dan het adres van het bureau Planeffect. Want op deze manier blijven er natuurlijk kantooruurtjes gedraaid worden en blijven zij de handen aan het stuur houden. En ik denk wat mevrouw Bakelaar zegt, ik denk dat het goed is dat we daar met het totaal pakket en uw informatie, dat we daar gewoon een keer een agendapunt van moeten maken. Dank u wel, voorzitter. De heer de Vries-Robles, D66. Die opmerking zou de volgende zijn. We spreken hier over een thema waarvan denk ik alle leden die hier aan tafel zitten en misschien die ook aan die kant achter de tafel zitten nog lang niet de gelegenheid gehad hebben om alle stukken te beoordelen. Daarmee heb ik eigenlijk het gevoel dat de discussie in ieder geval niet gevoerd zou kunnen worden zoals ik hem in ieder geval graag zou willen voeren. En dat zou ik graag mee in overweging willen geven om in ieder geval nu niet te diep in te gaan op dit thema.
De heer Van der Moren, ChristenUnie. Meneer de voorzitter, de heer De Vries-Robles geeft in zijn reactie al aan dat het geen moment nu is om dit te behandelen, want het wordt niet behandeld. Er wordt een vraag gesteld en die vraag wordt beantwoord en dit gaat duidelijk veel verder. Dus ook wij ondersteunen de suggestie van mevrouw Baker. Dat geldt ook voor de VVD, zie ik. Nou, dan zal ik proberen namens het college een korte beantwoording te doen. Want op zich begrijp ik de vraag van de heer De Jonge van, namens de VOV-fractie en ik denk eigenlijk namens de raad heel goed. En ik zie het zelf ook even als een ventiel om uiting te geven aan het ongenoegen wat volgens mij vrij breed ook bij u bestaat. En ik zal u eerlijk zeggen dat ik tot gisteren, wetende dat de vragen zouden komen en kennisdragende van de vragen, een beantwoording in mijn hoofd klaar had. En ik werd ook verrast door de correspondentie. Meestal krijg ik via WeTransfer een heleboel foto's, maar dit keer waren het andere documenten. Ik heb gewoon vandaag eigenlijk niet de gelegenheid gehad om daar goed kennis van te nemen. En ik vind het wel belangrijk dat ik dat doe. Alhoewel ik wel de heer De Jonge volg dat daar zeer waarschijnlijk weinig nieuws in te lezen valt. En zoals de heer Bongers het volgens mij nog mooier zei, het is veel data, maar weinig info. En ik denk dat het wel klopt, maar ik zou er eigenlijk even goed kennis van moeten nemen. En ik denk dat het ook wel goed is dat wij hier gewoon proberen de informatie die we als gemeente in ieder geval hebben gekregen ook maar eens even neer te leggen. En dat ook te koppelen aan de subsidieverordening, want die is er natuurlijk wel degelijk en daar staan ook gewoon dingen in. En om ook eens te kijken wat is er nou gebeurd in het jaar dat er betalingen zijn geweest, al dan niet als subsidie verstrekt. Het afgelopen jaar is dat natuurlijk niet meer aan de orde geweest. Waar is dat aan uitgegaan, althans voor zover wij dat kunnen zien? En hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot een meer principiële vraag die voor mij heel belangrijk is? En eigenlijk is die tweeënlei, denk ik. En dat komt ook wel een beetje terug op wat de heer De Jonge zei. Wat is nou de diepgang van de informatie die je krijgt? En wat haal je daaruit? Dus waar ik echt naar op zoek ben is minder geabstraheerde informatie. En niet omdat ik zo nieuwsgierig ben, maar juist omdat er zoveel over gepraat wordt. En dat is ook steeds mijn betoog geweest richting het bestuur van Helemaal Omme. Van, doe nou niet zo ingewikkeld, vertel nou gewoon hoe het zit. Want op het moment dat het gewoon een duidelijk verhaal is, kan ik het ook vertellen. En dan is het misschien ook afgelopen met in ieder geval de beeldvorming die maar steeds meer zich ontwikkelt. Nou, ik heb u ook al vorige week kort geschetst dat de laatste brief die ik officieel heb gekregen eigenlijk een brief is waarin staat in het burgerlijk wetboek is geregeld dat u zich hier niet mee dient te bemoeien en we hebben verantwoording afgelegd en basta. Ja, dat bevestigt heel erg mijn beeld van, god, waarom kunnen we nou niet in gesprek komen over die diepgang? En ik heb niks aan een jaarrekening op abstractieniveau of in goed Duits een Kassenschein, geen bankafschriften, want dat zegt mij niks. Ik wil juist weten wat er anders is. En het andere is natuurlijk, en dat is veel wezenlijker, en dat raakt ons allemaal, en daar is overigens de burgemeester ook als het gaat om ons handelen in het bijzonder verantwoordelijk voor, en dat is natuurlijk integriteit. En wij weten hier allemaal dat als u een bureau heeft en u zou werk willen doen voor de gemeente, ja, dat gaat niet gebeuren. Nou, is een stichting weer wat anders, maar op het moment dat je werk doet voor een stichting waar je zelf bestuurslid bent, dan zou ik dat persoonlijk nooit doen. Maar ik ben niet de norm de dingen, maar ik zou het niet doen. Maar als je het dan toch doet, maak dan in ieder geval transparant dat je een open calculatie hebt. Dat staat overigens ook in onze subsidieverordening dat dat moet. Dat je een open calculatie hebt, maar dat je ook een offerte hebt uitgebracht naast anderen. Dus dat ook gewoon inzichtelijk is dat je daadwerkelijk de goedkoopste bent. Maar dat je ook geen onderdeel bent van die besluitvorming. Dus mijn vraag ook richting het bestuur is geweest, nou, verklaar dat maar. Hè, dan heb ik nog geen bewijs, maar dan heb ik het in ieder geval verklaard. Volgens mij is vandaag aan de minister-president ook gevraagd of hij dat onder ede zou willen verklaren. Nou ja, dat geldt hier een beetje hetzelfde. En zo diep zit het voor mij wel. Omdat ik gewoon vind, ook om geruchten te voorkomen, wees er nou gewoon duidelijk over. En als er niks gebeurd is, is er niks gebeurd. Dus ik doe daar niets zo moeilijk over, dan kunnen we er ook zand over gooien. Ik moet u wel eerlijk zeggen dat ik een beetje op de koers zat van, laten we dit nou maar afronden, dat was allemaal negatieve energie. En dat helpt ook niet bij het doorontwikkelen van de citymarketing, waar we vorige week met elkaar over gesproken hebben. Na gisteravond denk ik daar wat anders over. Dus het is voor mij wel een aanleiding om te zeggen, goh, nou laat ik hier toch nog maar eens even wat energie in steken de komende weken. En dat helpt u misschien in het afronden van deze discussie. Dan kan ik zeg maar de exacte vragen die de heer De Jonge ook gesteld heeft, daar ook wat mij betreft schriftelijk in meenemen. Dus mijn idee is dat wij proberen volgende week de informatie die we hebben u gebundeld aan te bieden, zodat wij mogelijk in de commissie of in de volgende raadsvergadering, dat gaat natuurlijk via de agendacommissie,
gewoon eens even heel diepgaand dit gesprek kunnen hebben, als u daarmee kunt instemmen. Dus dat doe ik niet helemaal recht aan de vraag van de heer De Jonge, maar dan hoop ik wel daarmee een opzetje te maken richting een goed inhoudelijk debat. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ook toeval bestaat niet, want wij hebben vanmiddag hier contact over gehad met de Griffie. Want normaal zouden het gewone vragen zijn van de VOV waar u volgens mij normale antwoorden kon geven. Maar zoals ik net al aangegeven heb, hebben de stukken zeg maar een andere wending eraan gegeven. Ik heb vanmiddag ook al met de heer Tenking van de Griffie over gehad van ja, er zou het verstandig wezen om interpretatiedebat te vragen. Maar ik besef me ook, en goed advies gehad van de Griffie, dat het daar nu te vroeg voor is. Dus dat deelden wij vanmiddag al van wat mevrouw Bakelaar aangeeft van laten we het even parkeren. Ik wil u... als verantwoordelijke portefeuille daarmee de ruimte geven om te achterhalen. Wellicht dat nu mensen van de Stichting Promotie Om meekijken en meeluisteren. En dat ze in de gaten krijgen van wat er speelt en wat er met gemeenschapsgeld, hoe je dat moet verantwoorden. Dus ik hoop dat u dan een open, transparante informatie krijgt. En dan zien we graag een raadsbrief en de behandeling van in de raad weer terug. Kunnen de overige fractie daarmee instemmen als we het zo zouden doen? Dan probeer ik dat zo snel mogelijk voor elkaar te boksen. En dan de eerstvolgende gelegenheid dat we dat gesprek kunnen voeren. Dan faciliteren we dat. D'accord. Dan rond ik dit punt af. Dan dank ik de heer Van der Mooren voor de stille reservepositie die hij heeft ingenomen. Dan hebben we de tweede vraag. Ik weet niet of de heer Middelkamp. Van de VVV-fractie natuurlijk ook. Ja, hij doet het. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zal me houden aan de tekst zoals die schriftelijk is ingediend. Dat houdt het ook mooi kort en beknopt. Mocht er aanleiding of verzoeken in die richting zijn om het uitgebreider te doen en daar dossiers bij te halen, dan staat u dat natuurlijk vrij. Voorzitter, de korte inleiding luidt als volgt. Recentelijk was in diverse media te lezen dat door rechterlijke uitspraken toewijzingsbesluiten van gemeenten zijn teruggedraaid. Deze rechtelijke uitspraken komen erop neer dat gemeenten bij inwoners die zorg behoeven niet kunnen afdwingen om familie als mantelzorger in te zetten. En met name om dat laatste gaat het, de afdwingbare mantelzorg. De vragen zijn drieërlei, voorzitter, en dat kan ook heel kort. Is het college bekend met deze rechtelijke uitspraken? Hoeveel besluiten over toewijzing van zorg heeft de gemeente Ommen genomen waarbij mantelzorg is afgedwongen? Dus vergelijkbaar met de casussen waar ik het zojuist bij de inleiding over had. En ten derde, welk financieel risico schat het college in voor nu en in de toekomst als deze besluiten voor onze gemeente zouden moeten worden teruggedraaid? Voorzitter, en dat waren onze vragen. Dank u. Kort en bondig, dank u wel. De heer Schelen namens het college. Voorzitter, dank u wel. Het college is bekend met deze rechtelijke uitspraken. Het verbaast ons ook niet en we stellen ook vast dat dit geheel past in het beleid van onze gemeente. We hebben in de door u vastgestelde verordening voor de WMO en de jeugdhulp trouwens ook de criteria vastgesteld waar het gaat om dit type van gevallen. Als het gaat om maatwerkvoorzieningen en dus ook de wijze waarop dat wordt behandeld. We hebben hier van doen met de situatie dat je dan wel gebruikelijke zorg, dan wel mantelzorg kunt hebben. En u weet het ook als geen andere gebruikelijke zorg, is zorg waarop geen aanspraak bestaat vanuit de WMO en de jeugdwet. Dat is gewoon de normale dagelijkse zorg. Waar het hier om gaat is uitwonende kinderen en uitwonende kinderen vallen hier dus buiten. We hebben uiteraard ook nog eens een keer intern nagevraagd van goh, hoe zien wij dan de mantelzorg daarbij? Dit staat in de verordening en zien we inderdaad mantelzorg als vrijwillig. Want de basis van mantelzorg is vrijwilligheid. Met andere woorden, de mantelzorg is bereid en in staat om de zorg te leveren. We hebben voor zover het kan iedereen erop nagevraagd en we hebben vastgesteld dat voor zover bekend geen enkel, maar ook geen enkel besluit voor toewijzing met afgedwongen mantelzorg aan de orde is. En wat ons betreft dus ook geen enkel financieel risico is. Tot zover. Dank u wel, Kenner. De heer Middelkamp die is tevreden met de beantwoording. Roept het nog bij andere vragen op? Dat is niet het geval. Dan dank ik u hiervoor.
En dan kom ik bij de vaststelling van de besluitenlijst van uw openbare vergadering van 15 december jongstleden. Daar heeft niemand zich over gemeld, dus ik ga ervan uit dat we die kunnen vaststellen. Al dus geschied. Dan de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Waarbij u kan aangeven dat de brief van GS in zaken de toezichtsvorm inmiddels is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VOV. De overige stukken voor kennisgeving en anderszins aangenomen. Dan de mededelingen vanuit het college van BMW. Ik weet dat de heer Schelen een aantal mededelingen heeft. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb maar liefst 4 mededelingen. Ja, het nieuwe jaar is begonnen. We zeggen, wend er vast maar aan. De eerste betreft Kindplein West. Voor de kerstvakantie heeft u gevraagd om instemming van de 3 betrokken besturen voordat het voorbereidingskrediet daadwerkelijk kon worden aangewend. En we hebben inmiddels van alle 3 de schoolbesturen de mededeling ontvangen dat zij graag willen meewerken aan de uitvoering van dit prachtige project. Zoals verwoord in het plan van aanpak dat u vorig jaar ook al heeft gezien. We gaan nu eerst aan de slag natuurlijk met een paar fundamentele vragen. Niet alleen het inhoudelijk programma van eisen, maar vooral ook kwesties als eigendom en beheer. Dat zijn zeer bepalende elementen, ook voor het vervolg van het proces. En uiteraard wil ik u graag over de voortgang de komende maanden op de hoogte blijven stellen. De tweede mededeling. Dat betreft de begroting. Bij de behandeling van de begroting heeft u, in het bijzonder was dat mevrouw Lagasse, dacht ik, gevraagd om een goede uitleg te geven over de begroting en in het bijzonder de te heffende belastingen. De komende tijd volgen er 2 publicaties in Om en Nieuws. Op korte termijn volgt een algemene uitleg. Kunt u dat zien als een soort begroting in 1 opslag, 1 oogopslag. En in februari, en dat is voor uitlopend op de heffingen, de heffingsbrieven, volgt een nadere uitleg over de belastingen. Dan de derde mededeling, die betreft taxi op maat, per 1 januari begonnen. Nou, met spanning natuurlijk ook tegemoet gezien, hoe gaat dat? We hebben kunnen vaststellen dat er maar liefst in de regio Ommen-Hardenberg, maar liefst in die 11 dagen tijd, 2300 ritten zijn gerealiseerd. Ik moet zeggen dat er heel hard gewerkt is om dit zo goed als mogelijk uit te doen voeren. Deze ruim 2300 ritten hebben wel een 25-tal klachten opgeleverd. Die nemen wij ook serieus. Je kunt zeggen van, goh, valt mee, 1%. Maar 25 klachten, die moet je serieus nemen en dat doen we ook. We hebben met name gekeken wat de aard van die klachten zijn en die betreffen met name de zogenaamde budgetritten. En de budgetritten, dat is een nieuw fenomeen en dat is duidelijk even wennen, zowel voor de inwoners als ook voor de vervoerder. En wij gaan daar wat extra aandacht aan geven. We gaan de website gaan we ook zeker zeg maar aanpassen om daar wat extra aandacht aan te geven. En wat wij ook overwegen is om de budgetrit nog wat aantrekkelijk te maken door verlaging van het tarief. Daarover gaan we met de 6 bestuurders van de betrokken gemeente spreken om weliswaar binnen budget toch tot een tariefsaanpassing van de budgetritten te komen. Het overigens goede nieuws is dat wij hebben kunnen vaststellen dat de vervoerder zich wel zo flexibel opstelt dat hij ook mensen die de voormalige regiotaxi pakten, die dus geen WMO-pas hebben, dat hij ook zeg maar die mensen meeneemt. Dus in feite zien we wel een volledig vervoeraanbod. En ik denk dat de vervoersmaatschappij Noord-Nederland dat op een hele goede manier heeft gedaan. Dus met andere woorden, bedenken dat de eerste resultaten goed zijn. Er zijn wel wat kinderziekten, die pakken we serieus op. En voorzitter, ook hierover hopen wij de Raad blijvend te informeren. Ten slotte, last but not least. Vrijdag heeft de voltallige stuurgroep van de Koloniën der Weldadigheid bij de UNESCO het nominatiedossier ingediend. En het was een indrukwekkende bijeenkomst, omlijst door zangers van de musical Het Pauperparadijs. Ik moet zeggen dat het niet alleen een zeer indrukwekkende bijeenkomst was, ook het nominatiedossier is tamelijk indrukwekkend. Dat gaat u zo zien. Ik beloof in ieder geval als raadsleden dat u een digitale versie krijgt. Maar voor de voorzitter heb ik toch maar een
nominatiedossier meegenomen. En u zult zo zien wat voor beperkt omvang dat heeft. De heer De Vries Robles heeft een vraag. Misschien dat u nog even kunt ingaan, want u zegt dat de drie scholen gezegd hebben dat zij meegaan. Maar wij hebben een andere vraag gesteld, namelijk de ondertekening van een convenant. En ik vroeg me af of u dat nu bedoelde of dat dat toch nog iets van een andere orde is. Ja, voorzitter, we hebben ze gevraagd om zich niet alleen inhoudelijk algemeen uit te drukken, maar zich ook duidelijk te commenteren aan het proces. En dus het plan van aanpak, zoals we dat hadden vastgesteld met elkaar, te onderschrijven. Of ze daar morgen aan zouden willen meewerken. En daar was het antwoord bevestigend op. Ja, ik had dezelfde vraag. En ik wil. maar ik wil toch wel graag goed slapen vannacht. Wij hadden toch wel om een intentieverklaring. Of tenminste een convenant, daar was toch om gevraagd met handtekeningen. En ik werd een beetje onrustig bij de vorige presentatie van de voorzitter van de Guido de Bresschool, laat ik het maar zo even zeggen, dat die zei van nou, het hoeft niet, het komt allemaal wel goed en vertrouwen. En toen hebben we duidelijk ook als raad gezegd, we willen toch wel graag iets schriftelijks zien. Maar er gaat toch 2 ton, geloof ik, in voorbereidingskosten zitten. Ja, voorzitter, het gaat niet alleen om 2 ton. Voorbereidingskosten gaat natuurlijk om veel meer. Dus terecht dat daar zeg maar om echt commitment wordt gevraagd. We hebben er niet voor gekozen om een loos algemeen document te laten doen van wij zijn voor een kindplein. Dat had gekund, hè? Convenant, yes, wij zijn voor een kindplein. We hebben ervoor gevraagd van, goh, we hebben een plan van aanpak met u besproken. Daar zit een aanpak in van welke stappen moeten worden ondernomen om het proces tot een goed einde te brengen. Inclusief de keuze, zoals door de raad aangegeven, voor de locatie. Inclusief het krediet wat zeg maar, daarvoor bestemd was in Maxima. En dat plan van aanpak, gaat u daarin mee? En dat vonden wij de concrete vraag. En daarvoor hebben ze ja gezegd. Ja, ik kan u natuurlijk nog meer papier doen toekomen, maar ik denk dat het daarom gaat. Mag ik u dan nog een overweging meegeven waarom ik denk dat wij daar nog wel problemen mee hebben? Want het maken van een plan van aanpak kan ook tot uitkomst hebben dat er uiteindelijk geen gerealiseerd resultaat is, omdat er gebeurtenissen in zitten waar een van de scholen op een gegeven moment tegen moet zeggen van zo kunnen wij niet meegaan. Terwijl een convenant, daarin spreek je de intentie uit tot een resultaat te komen. En dat is toch iets anders in mijn ogen. Ja. Ik proef dat u toch iets meer wil dan hier hebben. Dus dat gaan we dan maar doen realiseren. Eén ding is wel duidelijk. Zij zullen niet alleen zelf daarvoor willen tekenen. En dat gaan ze heus wel doen. Boter bij de vis, het gaat ook voor u. En zij zullen ook aan u vragen. Van oké, we gaan in dit proces. Beste Raad van Ommen. Dan willen wij ook van uw kant de volledige medewerking. Die kant zit er dan ook aan. Akkoord. Voorzitter, ik ga nu toch nog een poging doen om het dossier uit te pakken. Ja? Zo ziet het eruit. Het is gemaakt van aardappelpapier. Dat is toch wel erg passend, vonden we. Het is 4 dikke stukken lang. Maar het is natuurlijk niet alleen Nederlandse kolonies, het zijn ook Vlaamse kolonies. Als voorzitter van de gemeenteraad neem ik dat natuurlijk in grote dankbaarheid in ontvangst. Ondertussen werden daar wat bijzondere bewegingen gemaakt. Maar dat had te maken met het vertrek van de steur. Ik heb net even uitgezocht of het grondwettelijk mogelijk is om burgemeester van Ommen en minister van Justitie te zijn. Maar ik ben er nog niet helemaal uit, dus we moeten maar even kijken. Ja, god. Nou ja, het is wel spannend daar in ieder geval. Dus zo zie je maar, ook over kleine dingen kunnen grote dingen gebeuren. Ja, die zijn toch mooi. De steur stapt af. Ja. Het gaat weg. Nou, maar de laatste keer dat ik het kasteel van de steur had gezien, had ik ook de indruk dat het wel een verfbeurs kon gebruiken. Dus in die zin. Nou. Ik ben er weer. Sorry, want het is iedere keer de iPad van mij schakelt wat snel uit. Dat waren de mededelingen van het college. Dank u wel.
Wat we doen is met de boeken die ik net heb gekregen, laat ik ze eerst even een poosje liggen bij de Griffie. Of hier, als u de belangstelling voor heeft, kunt u er ook eens even naar kijken. Kan ze ook op mijn kamer leggen, dan mag u natuurlijk ook kijken, maar zoek wel even een plekje voor als u dat leuk vindt. Dat is misschien wel aardig. Wethouder de Kurs had geen mededeling, ik zelf ook niet. Dus dan kom ik bij de hamerstukken en dat begint met de vaststelling van de verordening van de kwaliteitsvergunningverlening, toezicht en handhaving. Al dus besloten. En dan hadden wij naar voren gehaald de follow-up verslagjaar 2016 horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen. Al dus besloten. Dan kom ik dan nu bij het rapport van de Rekenkamercommissie Evaluatie Woonbeleid in Ommen. U heeft in de laatste commissievergadering daar een uitgebreide toelichting op gehad vanuit de Rekenkamercommissie. Er was de onderzoeker ook bij aanwezig op dat moment. U heeft dan ook veel vragen gesteld, heb ik geconstateerd. En daar heeft ook al een begin van een gesprek plaats gehad. Maar de bedoeling is dat een afronding van de bespreking van dit rapport komen. En ik breng het daarom graag in bespreking. En wie zou het bal willen openen? De heer Van der Moren, ChristenUnie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal voortaan ook niet al te snel ja zeggen. Het rapport van de Rekenkamercommissie Woonbeleid in Ommen. Meneer de voorzitter, dit rapport dat kent vier onderdelen. Het raadsvoorstel ook in ieder geval kent vier onderdelen. Het eerste onderdeel is kennis nemen van het rapport. En dat hebben we gedaan. Tweede plaats, in te stemmen met de conclusies van het rapport. Dat doen we. Derde plaats, de aanbevelingen overnemen. Doen we ook. Vierde plaats, het college opdragen om in het eerste kwartaal van 2017 met een maatregelenplan te komen voor de komende 2 jaar. Daar werkt de ChristenUnie graag aan mee. Mooi, dan kan ik wel weer gaan zitten zeker. Dat doe ik niet. Dat nou ook weer niet. Tijdens de commissiebehandeling van het onderwerp merkten we door de samenstelling achter uw tafel, meneer de voorzitter, dat er wel een heer Schelen aanwezig was, maar niet die Schelen en ook niet die Terkeurst, waarvoor we naar ons idee toch wel wat technische vragen hadden. En die nemen we dan nu maar mee. Dus daarom ga ik toch nog maar even door. En dan ga ik maar direct naar de conclusies en aanbevelingen. De Rekenkamercommissie oordeelt dat de kwaliteit van het woonbeleid goed is. Alleen de meetbaarheid van de doelen, dat kan beter. En dat vinden wij een belangrijk punt, maar zeker zo belangrijk is hetgeen dat volgt. En dan gaat het over de omvang van de formatie voor wonen. Dat is namelijk een risicofactor voor het woonbeleid. Dan gaat de raad niet over het personeelsbeleid, maar meneer de voorzitter, dit is toch wel een signaal betreffende de organisatie van de BOH, waar we graag een afdoend antwoord van het college op willen hebben. Meent het college dat de kennelijke eenpersoonsbezetting voldoende is? Of ziet het college de wenselijkheid in om langs de geëigende kanalen toch voldoende maatregelen te treffen? En het tweede punt waar we de vinger bij willen leggen, dat is de rapportage over de uitvoering van het woonbeleid. De Rekenkamercommissie stelt een zeker spanningsveld vast tussen de ambities uit de woonvisie en de rapportage over de uitvoering. We begrijpen heel goed dat er dan natuurlijk ook wat te delen moet zijn met de Raad, maar zien in de constatering van de Rekenkamercommissie toch ook een aansporing voor het college en overigens ook voor de Raad om tot een actievere communicatie over het woonbeleid te komen, zonder dat de informatievragende fractie of het lid daarvan ervaren wordt als lastig. Denkt het college aan de bedoelde actieve informatieplicht beter inhoud te kunnen geven? Ten slotte, meneer de voorzitter, in deze termijn de verwerking van de conclusies en de aanbevelingen of verbeterpunten in een maatregelenplan voor de komende 2 jaar. In de woonvisie, woonvisie 2015-2025, daar staat dat de maatregelen de route aangeven die voor de komende 2 jaar wordt gevolgd. En die maatregelen die worden nader uitgewerkt in concrete uitvoeringsmaatregelen en concrete projecten. Na 2 jaar wordt opnieuw bepaald welke maatregelen voor de daaropvolgende 2 jaar moeten worden ingezet. Zover niks nieuws. De Rekenkamercommissie zelf heeft al vastgesteld dat de eerste evaluatie, dan wel maatregelenplan,
in het najaar van 2016 niet juist is. Overigens zou dat voor een evaluatie nog wel hebben kunnen gelden, omdat jaarlijks in een evaluatie is voorzien. Overigens weten wij daar nog niet van. Mogen we aannemen, meneer de voorzitter, dat het moment van het treffen van maatregelen, zoals aanbevolen in het Rekenkamercommissierapport, samenvalt met het moment waarop het maatregelenplan 2017-2018 tot stand komt? Met andere woorden, en hopelijk ook wat korter gezegd en gevraagd, is het maatregelenplan waarvan het raadsvoorstel spreekt hetzelfde als het maatregelenplan uit de woonvisie? Zo niet, meneer de voorzitter, dan graag een heldere uitleg hoe het college de verwerking van de conclusies en aanbevelingen procedureel ziet. Dank u. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het rapport wat voor ons ligt. We hebben het in de commissie inderdaad uiteraard al uitgebreid besproken. En toen ook is in ieder geval de dank richting de Rekenkamercommissie al uitgesproken. Maar die wil ik hier graag nog een keer herhalen in deze openbare vergadering. De belangrijkste conclusie voor de LPO is dat we als raad nu scherper moeten zijn in het formuleren van onze verwachtingen en de manier waarop wij daarover geïnformeerd willen worden. Laten we de hand eerst maar in eigen boezem steken en vervolgens kijken wat we nog verder van het college mogen verwachten. Wat ons betreft in ieder geval een betere afstemming in verantwoordelijkheden. En wat LPO betreft, en het werd al aangehaald, maar het was voor dat wethouder Schelen al het goede voorbeeld gaf met heel veel informatie. Maar wat de LPO betreft ook een actieve informatieplicht vanuit het college. Want ook daar heeft de LPO al regelmatig aandacht voor gevraagd. En voordat we misschien in de volgende vergadering weer over het 11 aprilplein beginnen, geldt het ook voor het algemene woonbeleid. En graag hoort de LPO hoe het college daar invulling aan denkt te gaan geven. Verder, voorzitter, maakt de LPO zich zorgen over de constateringen van de Rekenkamercommissie betreffende de kwetsbaarheid. Hij werd net ook al aangehaald. En de kennis, CQ, informatieachterstand van de BOH op het gebied van wonen. Zijn we niet met name gekomen tot de oprichting van de BOH om juist op deze twee punten, te weten kwetsbaarheid en kennis, juist minder kwetsbaar te zijn? En een betere partij te zijn in gesprekken, CQ, onderhandelingen. Nu zijn we een aantal jaren verder. En dan is het toch teleurstellend dat de Rekenkamer juist deze zaken benoemt als zijnde kritische punten. De LPO is dan ook benieuwd hoe de portefeuillehouder dit ziet en als hij het met deze conclusie eens is van de Rekenkamercommissie, welke maatregelen hij gaat nemen om dit te verbeteren. Tot slot, voorzitter, gaat het rapport in onder andere op vraaggericht bouwen voor specifieke doelgroepen en levensloopbestendig wonen, onderwerpen die hier regelmatig al ter sprake zijn geweest. Ten nu toe is dat binnen de gemeentegrenzen van Ommen maar mondjesmaat gelukt. Bouwen kost tijd en de vraag is er nu. Al eerder heeft de LPO aandacht gevraagd voor de mogelijkheden die recreatieparken bieden op dit punt. Dit zijn bestaande woningen die op korte termijn beschikbaar kunnen zijn en kunnen voorzien in deze behoeften. Onder andere is er een concreet plan geweest van de Lindenberg. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe de mogelijkheden die recreatieparken bieden meegenomen zullen worden in de plannen rond vraaggericht en levensloopbestendig wonen. Tot zover in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. De heer Moerman, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals gezegd, in de commissie uitgebreid in de orde geweest. Wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel wat betrekking tot de vier punten. Waarbij vooral de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie doet naar onszelf als raad, wij ook ter harte nemen. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. De fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Vanavond spreken we over evaluatie het woonbeleid in Ommen, het rapport van de Rekenkamercommissie. Het rapport meldt een aantal conclusies. En aan ons als raad is gevraagd om hiermee in te stemmen. Nou, nu acht de VVD het lastig om met conclusies van de Rekenkamer in te stemmen. Want het zijn tenminste hun conclusies. Maar we herkennen ons wel in de conclusie van het rapport. Of het moet zo zijn dat het college de conclusies heeft overgenomen. Dat hoor ik straks wel. De passage in het raadsvoorstel, en ik citeer even, door de projecten en het woonbeleid uitdrukkelijk aan elkaar te verbinden, wint de raad aan mogelijkheden om het woningaanbod te sturen in de richting die Ommen graag wil. Een hele lange zin, een paar keer lezen, snap je wat er bedoeld wordt. Maar belangrijker is nu de vraag hoe dit dan zal worden vertaald in de vervolgstappen waarover ook gesproken is.
onder het hoofdstuk conclusie lees ik dat het van belang is, dat het van belang zijn de evaluatiemogelijkheden en de momenten van de evaluatie ten aanzien van het woonbeleid. Op zich is hier niks mis mee. Maar onze vraag is hierbij dan wel om de Raad in de vervolgstappen duidelijk, en ik onderstreep duidelijk, mee te nemen. En ook hoe dat dan verder zal gebeuren. Er is daar al eerder over gesproken. Dan over de formatie. De drie fracties hiervoor hebben daar ook al de vraag over gesteld. En dat is bij ons toch ook wel een prangende vraag. Want de Rekenkamercommissie sprak in de commissievergadering, en we hebben het ook in het rapport kunnen lezen, dat 0,25% formatie voor Ommen en 0,75% voor Hardenberg bestemd is. We moeten wel aantekenen dat het hier gaat om het beleidsmedewerker. Maar dit werd als gevaarlijk bestempeld. Nou, als ik iets hoor van gevaarlijk, dan denk ik, nu moet ik helemaal oppassen. Maar gelijktijdig stelde de Rekenkamercommissie ook nog dat eigenlijk één persoon fulltime voor Ommen wel heel erg veel is. De vraag is dan ook, waar moeten we aan denken? Lopen we gevaar, zoals gezegd wordt gevaarlijk, maar waar moeten we aan denken? En belangrijk is natuurlijk ook de verhouding, want we praten over een beleidsmedewerker, maar de verhouding tussen datgene wat de beleidsmedewerker doet en wat de andere medewerkers doen. Want daarin moeten we ons er niet in vergissen of niet in vergalopperen. De rol van de gemeenteraad, daar zal aandacht aan besteed moeten worden. En wij verwachten ook op zeer korte termijn duidelijkheid van het college. Zorg er dus wel voor dat de Raad op de hoogte blijft van het proces. De voortgang voor wat betreft wat er gebouwd wordt, gaat worden, wat al gebouwd is en waar mogelijkheden zijn om bij te sturen. En dan bedoel ik ook, stel dat we een keer komen dat er in het centrum bestemmingsplan technische wijziging komt, dat je daar ook, waar nu nog niet kan, maar straks wel kan wonen. Wat voor gevolgen heeft het dan voor de rest van Ommen, voor het verdere woonprogramma? Het belangrijke is natuurlijk wel dat de Raad dan met deze volledige informatie haar besluiten kan nemen. Ik heb het ook in de commissievergadering gezegd, en dat was dan wel in de commissievergadering naar de Rekenkamercommissie. Wij vinden het jammer dat marktpartijen en huurdersverenigingen bij de samenstelling niet bevraagd zijn. En toen heb ik opgeschreven wat ik gehoord heb, dat de financiën hierbij bepalend zijn geweest. Dat betreuren wij. Want ook de opmerking dat de marktpartijen geen belangrijke rol hebben gespeeld, wat ook gezegd wordt, dat komt de VVD-fractie een beetje vreemd over. Maar wellicht horen wij hierover iets meer van de portefeuille houden. We hebben het gehad over de informatievoorziening, hoe snel wij erbij betrokken worden. Wij weten inmiddels ook dat er op, wat ik meen uit mijn hoofd, 16 maart al een eerste informatieavond is. Maar ik zou daar toch wel graag een bepaalde frequentie in hebben. De conclusie, daar heb ik het een en ander over gezegd. De aanbevelingen neemt de VVD graag over. Een aantal ben ik dieper op ingegaan. En het vervolgproces, daar ben ik benieuwd naar 16 maart. Staat in mijn agenda, maar hoe het dan verder zal gaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Ook wij zijn in de commissie al redelijk diep ingegaan op het rapport, in die zin dat we blij zijn met de conclusies van het rapport. Wij denken dat de Rekenkamer ook weer in een zeer korte tijd een goed stuk werk afgeleverd heeft, waarvoor dank. En wij kunnen ons vinden in de hoofdconclusies van het rapport en wij zien graag dat het college inderdaad de belangrijkste aanbeveling overneemt. De kern vinden wij echter zitten in de opmerkingen die bij de rol van de gemeenteraad gesteld worden. En wel in de laatste bullet wat daar staat. Namelijk, geef bij vaststelling van nieuw beleid meer aandacht aan de processen van informatievoorziening en besluitvorming die daarbij horen. Beschrijf, en dan gaat het weer specifiek over de woonvisie, niet alleen de gewenste ambities en maatregelen, maar ook op welke manier de Raad geïnformeerd wordt over het bereiken van die doelen en het realiseren van die maatregelen. Laten we vaststellen dat het college die handschoenen in ieder geval wenst op te pakken. Want zij zeggen ons toe dat er in het eerste kwartaal een
een tweejaarlijkse notitie komt voor het, over hoe het de komende 2 jaar mee omgegaan wordt. En wij wachten die notitie af. De andere opmerking die we nog willen maken is dat wij al bezig zijn met de verbetering van de planning- en controlcyclus. En dat ook het benutten van de planning- en controlcyclus bij het updaten van gerealiseerde resultaten natuurlijk een goed moment is om dat soort zaken aan ons te presenteren. En het voorstel om daar de woonvisie en de resultaten uit die gerealiseerde resultaten van, ten aanzien van die woonvisie in de planning- en controlcyclus mee te nemen, dat zou ik ook van harte willen ondersteunen. Dank u wel. De fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter. Op 10 januari hebben wij hier al uitgebreid gesproken over dit rapport. Beantwoording gehad van de voorzitter van de Rekenkamer en van de onderzoeker. Voorzitter, een aantal dingen vallen ons in het rapport op om daar maar even van start te gaan. Want dat heb ik ook een aantal andere fracties horen zeggen. Dat is A, de rol van de raad, maar ook de rol van het college. En dat gaat over informatieplicht. Dat vind je ook in voorgaande rapporten terug van de Rekenkamercommissie. En wellicht zou het goed zijn om als college even goed te lezen wat er in de gemeentewet artikel 169 staat. En, ja, wellicht kunnen we elkaar afspreken dat we daaraan houden. Maar ook aan de rol van de raad, voorzitter. Want in het rapport, daar is te lezen dat in ieder geval de gemeenteraad goed betrokken is. En die deel ik. Maar dat er wel onduidelijkheden zijn tussen de rol van college en raad. En ik vind dat moeten we ons te harte nemen. In onze optiek betekent dat dat je als twee partijen, zowel als u als college, maar wij als raad, onvoldoende doorgevraagd hebben en onvoldoende aangegeven hebben wat we willen. Nou, dat is in mijn optiek zorgelijk en daar moeten we als raad ook naar kijken. En dat was nou juist, voorzitter, het punt dat wij in de commissievergadering hebben aangegeven van laten we het nou eens eventjes parkeren, het onderwerp. Niet gelijk in de raad bespreken, maar in de raadsvergadering plenair bespreken, maar eerst eens in de commissievergadering over hebben van wat willen wij als gemeenteraad, wat verlangen wij van u en hoe willen we ermee verder. Voorzitter, doe je dat niet, dan blijft er in onze optiek niet anders dan onduidelijkheid hierover. En dat willen we juist niet. Nou, ik hoop, en ik heb de collega's voor mij het ook al horen zeggen, dat wij ook als raad de hand in eigen boezem moeten steken en dat we helder moeten zijn naar u toe van wat je willen. Maar dat verschil in inzicht tussen raad en college, ja, dat is dodelijk. En het staat ook al in het rapport aangegeven van hierop kan de raad niet bijsturen in de uitvoering. Voorzitter, gelezen heb ik het rapport. Ik ga misschien wat dieper in dan de voorgaande raadsleden. Mijn fractie die wil graag jaarlijks tussentijds een overzicht van het uitvoeringsoverzicht van het college zien. En dat niet alleen naar aanleiding van het rapport, want straks het laatste agendapunt gaat over de begroting en de visie van de provincie. Daar staat ook iets in over ons grondbeleid en hoe we verder moeten met de verkoop van het grondbeleid, want anders gaat het niet goed. Dus het lijkt me goed om daar met elkaar helder en duidelijk herhaaldelijk over te praten van waar willen we naartoe en wat is onze visie daarin en welke opdracht geven wij aan het college mee. Het rapport geeft ook aan dat er geen verbinding is tussen projecten. Dat is nou juist iets wat wij als VOV-fractie ook bij begrotingsbehandeling herhaaldelijk hebben aangegeven. Want het lijkt in Ommen wel een klein beetje daar waar het gaat over grondbeleid en verkoop daarvan, een beetje hap-snapwerk. Een hapje in het centrum, een hapje in de havengebied, een hapje in Alteveer. En volgens mij moeten we daarvan af een helder inzicht hebben van hoe gaan wij met deze projecten om en welke visie heeft het college daarmee en deelt deze visie dan met de gemeenteraad. Ja, voorzitter, er liggen ook kansen hierin. Want als je zeg maar kijkt en in de optiek van mijn fractie wordt er te weinig gedaan aan acquisitie. Maar als je het planbureau van de leefomgeving heeft kort geleden een rapport gepresenteerd waarin staat dat er grote behoefte is aan bijvoorbeeld dus naast de sociale woningbouw, want die moet je zeker niet tekort doen, maar dat er grote vraag is naar huurwoning voor mensen met een minder inkomen. En als ik het rapport goed gelezen heb, dan staat erin dat daar ook hele grote kansen liggen voor gemeentes, want projectontwikkelaars
wereldwijde projectontwikkelaars zeggen, staan te springen om te investeren in dit soort projecten. En ik zou graag aan u vragen om een soort acquisitieplan aan de Raad voor te leggen en hierop in te zoomen. Voorzitter, ja, nou goed, hoe kijkt u tegen zo'n acquisitieplan aan en bent u bereid om dat aan de gemeenteraad te presenteren? Ja, voorzitter, het is net ook al door collega-fractieleden aangegeven, want de bezetting, de FTE-bezetting op dit dossier en de combinatie met Hardenberg baart voor ons toch wel zorgen. We hebben dat ook al eens bij andere onderwerpen aangegeven. Wij hadden liever gezien bij zo'n belangrijk onderwerp dat daar een FTE of een halve FTE in komt die SEC voor Omme zich bezighoudt met woonvisie en verkoop van gronden. Ja, voorzitter, en dan op basis van het voorliggende besluit, op punt 3 en 4 zouden wij graag van het college een maatregel willen zien van over de komende 2 jaren van aan de raad gezien gepresenteerd van hoe u als college daartegen aankijkt. Ja, voorzitter, en dan, want als je praat over wat ik net heb gegeven, het verschil tussen de bevoegdheden tussen college en raad, zou ik graag van u willen horen als college van welke input heeft u nou juist nodig van de raad om hiermee verder te gaan? Want je kunt wel schrijven van we willen graag met conclusies aan de slag, maar wat heeft u daar voor de raad voor nodig? Ik heb zelf al een klein voorzetje gegeven hoe ik daar tegenaan kijk, hoe mijn fractie er tegenaan kijkt, maar ik zou u als college ook uitdagen om aan te geven van wat u van de raad nodig hebt. Dank u wel, meneer De Jonge. Dan de fractie van het CDA, de heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft met aandacht het rapport van de Rekenkamercommissie gelezen. Voor het CDA is het een helder en duidelijk rapport. En het CDA onderschrijft dan ook de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport en ziet graag een goed, smart, geformuleerd maatregelenplan van het college van BMW tegemoet, zodat we als raad ook invulling kunnen geven aan de verwoorde aanbevelingen uit het rapport. En we ondersteunen daarbij graag de opmerking van de heer De Vries-Robles ten aanzien van de PNC-cyclus. Het zal u duidelijk zijn, voorzitter, het CDA zal voor dit voorstel stemmen. Als laatste hebben we menige fractie gehoord over de VTE binnen de BOH. En als CDA zijn we er toch een wat andere mening toegedaan. We vinden eigenlijk een compliment naar de BOH dat ze toch, ondanks de geringe bezetting, toch hetgeen geregeld hebben wat ze hebben moeten regelen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan hebben alle fracties iets gezegd. En dan kan namens het college wethouder Ter Keurst een reactie geven. Voorzitter, dank u wel. Op een van de nieuwssites van vandaag stond de laatste schaatsdag waarschijnlijk van dit winterseizoen. En dat doet mij een beetje denken aan Hilbert van der Duim. U kent hem nog wel. Hilbert van der Duim was op weg om, ik dacht, Europees kampioen te worden. En toen was het de ex-bondscoach Leen Vrommer die in de microfoon riep voor iedereen thuis te verstaan, behalve voor Hilbert van der Duim: Hilbert, jongen, je moet doorschaatsen! Hilbert! Zo voelt het vandaag een klein beetje. Zowel voor ons als college, als denk ik ook voor u en een aantal van u, hebben die hand al in eigen boezem gestoken. We waren er bijna. Een heel goed woonbeleid. Alleen het afhechten, dat zijn we met z'n allen vergeten. Wij als college en u als raad. Terecht de conclusies die de Rekenkamercommissie heeft vastgesteld. En terecht de aanbeveling die zij heeft gedaan. En wat zouden wij het liefst willen, en dat gaan we ook doen. De datum is al gepland, in ieder geval in mijn agenda, ik neem aan ook in de uwe, om op 16 maart met elkaar te bepalen hoe gaan we in de toekomst borgen dat u, ten aanzien van alle plannen, want het is niet altijd hapsnapbeleid, meneer De Jonge, maar dat u geïnformeerd wordt en blijft, bijvoorbeeld middels een raadsbrief, maar dat u ook aangeeft wat u precies wilt weten. En dat wij als college ook aangeven wat wij denken dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het woonbeleid. En dat u tijdig kunt zien, hier halen we onze doelstelling niet. Daar overschrijden we onze doelstelling. College, u krijgt de opdracht om bij te sturen. Een klein voorbeeld dat we daar soms heel spontaan wel aan denken is bijvoorbeeld Haven West.
De ontwikkelaar kwam tot de conclusie dat patiowoningen niet meer van deze tijd zijn. Een aantal leden van u hier in deze raad had al aangegeven van, worden er wel voldoende sociale huurwoningen gebouwd? Waar blijft de Veste met haar plannen? Die hebben we bij elkaar opgeteld en daar hebben we zowel in de BERAP als in de GREX over geïnformeerd. Dat heeft ons 35.000 euro gekost. En dat is, mevrouw Schunselaar, het wikken en wegen tussen, zetten we oude plannen die voordelig zijn voor onze GREX door, of laten we een veer, gelukkig met uw toestemming, zowel bij de BERAP als bij de GREX, gaan we met uw toestemming omkatten van patiowoningen naar seniorenwoningen en goedkope sociale huurwoningen. Dat hebben we gedaan. Of dat bewust of onbewust is, de gesprekken van de Rekenkamercommissie hebben wel toegeleid dat we sneller en anders zijn gaan kijken naar de actuele situatie. Al voordat de vraag van de Veste er lag, hebben we de plannen in gereedheid gebracht, zodat dit jaar de Veste ook in Vlierlanden 21 sociale huurwoningen kan gaan bouwen. Dus het denken zit er wel in, alleen acteren, op het juiste moment acteren en het voor het voetlicht daarvan brengen, daar ontbreekt het ons nog aan. Wat wij heel graag willen, is een maatregelenplan opstellen. En hoe smart moet smart zijn? Daar willen we het met u over hebben. We willen samen met u en de beleidsambtenaar kijken of we alles wat de Rekenkamercommissie aan aanbevelingen heeft meegegeven, of we dat kunnen verwoorden in afspraken. Wanneer? Hoe vaak? Hoe gaan we monitoren? Wat gaan we precies monitoren? Waar rekenen we elkaar op af? En welke momenten, hoe vaak, wilt u kunnen bijsturen? Er zit wel één haakje aan. En dat zijn de woonafspraken met de provincie. Het is niet aan ons om maar tot in het oneindige te gaan bouwen. We zijn ook daarin gelimiteerd. Maar we gaan die uitdaging aan om binnen de piketpalen die de provincie aangeeft te gaan acteren met in de hand de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Die wij zeer waardevol achten. Want wij schieten ook vaak in de uitvoeringsstand. En dan is het zo snel mogelijk die woningen realiseren. Want we hebben in Ommen, en dat is een terechte opmerking, een behoorlijke achterstand opgelopen de afgelopen jaren. Van plannen, bestemmingsplannen. Oh ja, we mogen nu gaan bouwen. Dan gaan we die bestemmingsplannen in procedure brengen. Voordat een bestemmingsplan in procedure is gebracht, zijn er zo een aantal jaren voorbij. Daar willen we beter op gaan acteren. Dat moet scherper, dat kan scherper. En daar willen we op 16 maart met u over in het debat gaan, in gesprek gaan. En moet het dan een acquisitieplan zijn, meneer De Jonge? Dat weet ik niet. Daar gaat u als raad over. Het is niet aan mij om zo'n plan aan u voor te leggen. U zult uw collega's moeten overtuigen van nut en noodzaak van zo'n acquisitieplan. En als de raad nut en noodzaak voldoende bewezen acht, dan gaan wij dat gewoon uitvoeren. U geeft aan wat wij moeten doen en niet andersom. Ik wil nog wel even in herinnering brengen, meneer De Jonge, en we begonnen mee met de informatieplicht, Haven West. Met die verandering, daar hebben we u over geïnformeerd. De Vlierlanden, dat we dat in gereedheid hebben gebracht, daar hebben we u over geïnformeerd. De afspraken die wij gemaakt hebben met de Veste, dat hele dossier heeft u voor de kerst kunnen krijgen, heeft u van ons gekregen. Ik hoop dat u onder de kerstboom ervan genoten heeft. Het was een lijvig rapport, zowel qua uitwerking als qua plannen als qua ambities. En laten we elkaar daar steeds scherp op houden. Laten we ook die verwerken in het maatregelenplan zoals we dat graag zullen zien. Het zal niet altijd heel erg smart kunnen. Soms zal het ook wat lijviger moeten zijn. En ja, meneer De Vries Robles, wij nemen deze uitdaging aan. We nemen de handschoen op om dat samen met u handen en voeten te geven. Dank trouwens voor uw ondersteunende woorden en hetzelfde geldt voor de heer Moerman. Ik denk dat ik ook van mevrouw Schunselaar het meeste wel heb beantwoord. Behalve dan de zorg, ook van een aantal andere raadsleden. Die ene FTE die we dan moeten delen met onze nabuurgemeente. Heeft zijn voordeel, want het woonbeleid kan deze persoon voor beide gemeenten uitwerken. U kunt het ook anders zien, wij betalen van elke euro slechts 25 cent. Zowel de vorige ambtenaar, beleidsmedewerker als de huidige hebben het nooit als een probleem gezien dat ze als een soort eenpitter daar functioneren. Want ze hebben voldoende steun en klankbord
binnen onze woonmarktregio. Daarnaast worden zij ondersteund per project door een projectleider. En deze projectleiders zijn een soort backbone bij de uitvoering van de projecten. En die kunnen elkaar ook onderling vervangen. En daarnaast hebben we op financiën een aantal mensen zitten die expert zijn in de GRECS'en, die ook weten van de hoed en de rand en altijd ter ondersteuning erbij hebben gezeten. Ter illustratie, toen we dat in april aanvlogen van hoe gaan we om met Haven West, hoe zetten we die patiëntenwoning om naar huurwoningen, toen zat er en een planeconoom bij en de projectleider Haven West en de woonspecialist. Daar hebben we afspraken gemaakt en dan lopen wij tegen iets aan waarvan wij als gemeente altijd beticht worden, namelijk ambtelijke molens draaien traag. Nee, ambtelijke molens draaien heel snel, want in september lag er een uitgewerkt plan, was er een bestuurlijke overeenstemming, alleen het wachten was op de vesten. Die hebben hun trajecten van besluitvorming, raad van commissarissen. Dan in het jaar dat je gaat uitvoeren moet je ook dat financieel aftikken. Dus zij konden niet eerder beginnen dan na 1 januari. Maar ik voorspel u dat in mei ook daar de graafmachines aan het werk zullen zijn. Meneer Remmers die had nog een puntje over recreatiewoningen. Ja, er is hogere wetgeving, zowel vanuit Den Haag, als iets lagere wetgeving en dan hebben we de provincie. En die zeggen recreatiewoning is een recreatiewoning en voor dat gebruik mag u hem gebruiken. Al het overige is in strijd met het bestemmingsplan. Deze raad, ik zag net nog even iets en was naar aanleiding van totaal iets anders, dat u in 2012... het beleid voor recreatiewoningen in deze gemeente hebt vastgesteld. U hebt daar zelfs middelen voor beschikbaar gesteld om te gaan handhaven op het gebruik van recreatiewoningen. Zolang dat beleid hier bestaand beleid is, veranderen we daar niets aan. Wat wij wel willen gaan doen, is op basis van een nog nader uit te werken plan, met een aantal vakdeskundigen uit uw midden bespreken, hoe je het gebruik van recreatiewoningen iets zou kunnen verruimen. Ik zeg niet dat we dat ook gaan verruimen. Dat is afhankelijk van het plan dat ingediend gaat worden. En dan heb ik het over de Lindenberg. Daar hebben twee partijen elkaar gevonden. Dus het is nu weer redelijk pais en vree daar. Ze gaan een plan indienen om bijvoorbeeld wat wij al kennen, daar waar het gaat om een tijdelijke huisvesting, wanneer je je huidige huis verkocht hebt en in de vier landen je huis nog gebouwd moet gaan worden, dat zijn die tijdelijke gedoogbeschikkingen, om die wat te verruimen, bijvoorbeeld voor tijdelijke zorg. Nou, daar moet een gedegen plan op komen. Als dat gedegen plan er ligt, dan leggen we dat aan u voor en gaan we met u in discussie of je niet wat breder zou kunnen gaan kijken naar het gebruik van de tijdelijke gedoogbeschikkingen, waarbij er niet getoond wordt aan de uitgangspunten dat een recreatiewoning moet blijven. Ik hoop dat ik u tot op dat gebied voldoende heb beantwoord. En dan tot slot meneer Van der Mooren. U moet mij nog niet vragen hoe ik dat precies handen en voeten kan gaan geven. We hebben het nog niet helemaal uitgewerkt. We hebben nog ongeveer 2 maanden de tijd om het scherp te krijgen. En dan gaan we met u in discussie ten aanzien van wat wilt u? Welke dingen moeten we gaan monitoren? Hoe wilt u dat we gaan benchmarken? Gaan we kijken naar een gemeente van dezelfde schaal? Hoe hebben ze dat daar gedaan? Gaan we naar een grotere gemeente kijken met een soort gelijke opgave? Want dat zou ook nog kunnen. Dat willen we met u gaan bespreken. En daar harde afspraken maken. Hoe vaak komen we hier terug? En in welke volgorde? Er was nog één ding. En dat was geloof ik meneer De Jonge. Die wou wat frequenter met elkaar de discussie hebben. Zitten we nog op het juiste spoor? Heb ik dat goed onthouden? Want dat doe ik uit mijn hoofd. Ik wil dat graag met u op 16 maart bespreken. Als u dat per kwartaal wil, vind ik dat prima. Vindt u het per half jaar genoeg, vind ik dat ook prima. Wilt u de monitoren eens per jaar, bijvoorbeeld in het najaar, bijvoorbeeld bij de begrotingsbehandeling of bij de behandeling van de GRECS'en, vind ik dat ook goed. Laten we dat 16 maart met elkaar gaan bepalen, hoe we dat aan gaan vliegen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even of de behoefte is aan een tweede termijn. Dat lijkt het geval. Dan doen we gewoon dezelfde volgorde wat mij betreft de heer Van der Mooren. Mag op de vaste plek. Ja. Ik dank de heer voorzitter voor zijn coulance. Om maar met de laatste beantwoording van de wethouder te beginnen, die aan mij gericht was. Dank trouwens voor de uitvoerige beantwoording.
Het was ook niet mijn bedoeling om te vragen wat precies geregeld gaat worden. Dat snappen we ook, dat dat allemaal nog punt van discussie is. Maar ik bedoelde meer het resultaat te vragen van mijn vraag of de ideeën voor een maatregelenplan voor bijstelling op een gelijk moment kan plaatsvinden als sowieso op grond van een woonvisie al een eventuele bijstelling plaatsvindt. Of die momenten samenvallen. Want sowieso, ik hoorde, als ik het goed heb beluisterd, zowel de cycli in de woonvisie als de cyclus die in dit raadsvoorstel worden genoemd, als ook een PSC-cyclus de revue passeren. Nou, daar zou ik toch nog wel eens wat meer helderheid in willen hebben, maar daar wachten we allemaal wel mee tot 16 maart. Dat is geen punt. Maar om daar dus duidelijkheid in te krijgen, in ieder geval wat de woonvisie betreft en nu, dus laten we niet al te lang wachten, maar gebruik maken van wat we toch al met elkaar hebben afgesproken in die woonvisie. Daar ging het mee om. Dat is één. Twee, en daar zit misschien ook wel wat meer achter wat nu verder niet aan de orde hoeft te komen. De behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie in de commissievergadering was enerzijds een technische, anderzijds ook weer niet helemaal. Omdat, zoals ik toen al zei en nu wat herhaald heb, ik ook wel wat technische vragen had aan het college. Het verbaast mij. Kijk, de uitleg die de wethouder gaf, de omschrijving van hoe het in mijn woorden best wel wat meevalt met de kwetsbaarheid van de BOH, staat naar mijn idee behoorlijk anders in elkaar dan in ieder geval de tekst van de Rekenkamercommissie in haar rapport mij doet denken. En nou kan ik dat natuurlijk wel doen, maar ik krijg daar geen toestemming voor om de Rekenkamercommissie te vragen wat nou precies bedoeld werd met die zin. En dat maakt het nu lastig, hetgeen mij weer tot de gedachte brengt van is het toch niet beter dat we met elkaar een wat andere behandeling van een Rekenkamercommissierapport gaan bespreken. Maar dat doen we nu niet. Maar dat daar verschil in zit tussen wat de wethouder aangeeft en wat het rapport vermeldt, dat lijkt mij heel erg duidelijk. En ik geloof beide, maar het klopt niet. Dank u. De fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor het aantal antwoorden en een aantal toezeggingen. Het gaat natuurlijk inderdaad heel veel over 16 maart, wordt al gesproken. Daar nog even op terugkoppelend op het antwoord van de portefeuillehouder. De bal werd aardig teruggekaatst van het is aan de raad wat daar precies voor plan uitkomt. Ja, graag. We willen onze input leveren, maar ik denk toch ook wel dat we een voorstel mogen verwachten van het college. En als dat er niet ligt, dan kom ik weer bij de conclusie van is er dan toch te weinig formatie? Want blijkbaar zijn we niet in staat om daar een fatsoenlijk voorstel waar wij met z'n allen over kunnen praten, op kunnen schieten, dingen kunnen schrappen en dingen kunnen toevoegen. Dus dat toch eventjes als eerste. En de tweede, en sluit toch een beetje aan bij de buurman. Er wordt in de beantwoording gesproken over backup, projectleiders, backup van allerlei anderen die daar dan toch voor zorgen dat er voldoende is. Waarom dan toch die conclusies van de Rekenkamercommissie? Want ook daar hebben we in de commissie naar gevraagd. Toen werd inderdaad ook die 1/4, 3/4 aangehaald met ook wel andere uitvoerende. Maar het wordt toch als een risicofactor benoemd. En het verbaast me dan inderdaad toch ook. Ik val in herhaling, dus ik zal erover op. Maar er zit wel iets haaks in. En tot slot, we hebben het er even over de recreatiewoningen gehad. Ik waardeer de inzet die de portefeuillehouder pleegt momenteel om toch een beetje de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken. En met een voorstel te komen in ieder geval waar we over kunnen praten in de toekomst. Tot zover. Dank u wel. De heer Moerman niet. Mevrouw Schunselaar, VVD. Ja, voorzitter. Over de formatie is over gesproken. Ik ben ook heel benieuwd straks en het is natuurlijk ook onze rol voor middenmaat om daar verder mee te gaan. Maar ik had in mijn eerste termijn ook nog gesproken over het ontbreken van de marktpartijen in het hele verhaal. En ik heb het eerst aan de Rekenkamercommissie gezegd, waarom is dat niet gebeurd? Ja, er was niet voldoende geld voor, laten we het even gewoon heel Nederlands zeggen. En ik speel het nu naar de portefeuillehouder van, u heeft het rapport van de Rekenkamercommissie ook aangenomen, heeft aan ons gegeven. Onderschrijft u die opvatting dat de marktpartijen, wat ook gezegd werd,
toch niet zo van groot belang waren? En vindt u het ook jammer dat er niet voldoende geld voor was? Of had er ook geschoven kunnen worden? Dank u wel. Dank u wel. De fractie D66 niet. Fractie VOV. De heer De Jonge. Ja, voorzitter. Dank u wel. Allereerst maar even, want ik hoor de VVD-fractie tot twee maal zeggen van... vragen stellen aan het college over zeg maar, het budget voor de Rekenkamercommissie. Volgens mij zijn wij als raad budgethouder en bepalen wij wat er gebeurt. En ten tweede, voorzitter, zijn wij als raad ook opdrachtgever aan de Rekenkamercommissie. Dus in mijn optiek zijn dat overbodige vragen aan het college. En zouden we daar onderling in de raad eens met elkaar over debatteren. Van hoe willen we met de Rekenkamercommissie verder wanneer ze aan ons een item voorgeven wat ze willen onderzoeken. Voorzitter... Ik schrok een klein beetje, want ik zei een beetje het idee dat de wethouder een beetje in de verdediging ging. En misschien is dat niet zijn bedoeling, maar dat leek er wel op. Volgens mij zei de LPO-fractie ook al zoiets van, schuif de bal heel erg door naar de raad toe. Inderdaad, van ik wil graag een kans pakken en ook de zaken benutten die bij ons op tafel liggen. Maar ik hoop niet, en misschien kan de wethouder op reageren, dat het zijn bedoeling is om in de verdediging te schieten. Voorzitter, als ik beluister, hè, en ik heb het ook gelezen, dat we 21 huurwoningen gaan bouwen op de Vlierlanden. Overeenkomst met de Vesten, zei u toch, 21 sociale huurwoningen. Ja, voorzitter, ik kom daar straks, als het gaat over bij de begrotingsbehandeling, ook nog terug. Voorzitter, dit is heel leuk, 21 woningen, maar beseft het college zich wel dat het in 2010 360 sociale huurwoningen waren die de Vesten daar zouden gebouwen. Samen met Argum en Eerde was er een convenant gesloten, 360 huurwoningen en er zouden een aantal woningen door Argum en Eerde gebouwd worden die het financieel mogelijk maakten, want het was een dochteronderneming van de Vesten, om dat te bouwen. Voorzitter, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. Als we afspreken 360 sociale woningbouwwoningen, die zouden gefaseerd, laat het helder zijn, gefaseerd daar gebouwd worden en dat er nu maar 21 van overblijven. En dat bedoel ik ook eigenlijk een beetje van het hapsnapwerk, want we zijn heel trots als er op die Vlierlanden een paar woningjes gebouwd worden, een paar kaveltjes verkocht worden. Maar dat is in mijn optiek, in de optiek van mijn fractie, niet voldoende. Ik hoorde de wethouder zeggen, ja, maar u moet er zich er bewust van zijn, gemeenteraad, dat wij afhankelijk zijn van woningbeleid of in ieder geval van besluiten vanuit de provincie. Voorzitter, ik mag toch niet hopen, en ik hoop dat de wethouder daar een antwoord op kan geven, dat wij vanaf 2000 tot 2011 grote kavels grond aangekocht hebben, landbouwgrond, die opgewaardeerd hebben naar bouwgronden, dat we daar niet op gefaseerd op kunnen bouwen. Ik mag ervan uitgaan dat de provincie daar een visie over heeft gehad van wanneer en waar we... Ik begrijp dat mevrouw Lagasse daar dadelijk een antwoord op gaat geven. Maar dat we daar gefaseerd. Dat we daar toestemming hebben gehad. Of dat er een versie is aangegeven van hoe we daar moeten gaan bouwen. Voorzitter, ik schrok een beetje van wat de wethouder zei over het acquisitieplan. Want misschien zit ik er helemaal naast hoor. Maar volgens mij is dat een uitvoerende taak voor het college. Om ervoor te zorgen dat de gronden verkocht worden. En dat daar ook een acquisitieplan opgegeven is. Als het niet zo is, hoor ik het graag. En dan zou ik graag op 16 maart hier met de raad over willen debatteren. Want er ligt wel een opdracht aan ons. Om op lange termijn ervoor te zorgen dat de kreksupport is. En dat we gronden verkopen. Ja, voorzitter, ik hoorde de LPO en de wethouder antwoorden erop over zeg maar het gebruik van recreatiewoningen. Wij hebben daar ernstig twijfels over, want als je die recreatiewoningen gaat benoemen tot zorgwoningen of zij het maar wat, ja, dan beconcurreer je, en volgens mij heeft in de tijd wethouder Schelen bij het afronden van de drieslag het gezegd, dan beconcurreer je je eigen grondpositie als je zulke dingen gaat doen. Ja, en het jukte me wel een beetje, voorzitter, om het maar eens even zo uit te drukken. Want als je het hebt over handhaving, dan komt er bij mij toch op, hoe komt het dan dat het park als rechtenhuis al jaren permanent bewoond wordt door arbeidsmigranten. Daar wil ik het even belaten.
Ik had er nog eentje, voorzitter, als het mag. Want ik beluisterde bij de ChristenUnie-fractie van de heer Van der Mooren dat hij zich aansluit bij hetgene wat wij in de commissievergadering hebben aangegeven. Dat we een apart debat zouden moeten plaatsvinden. Dat we elkaar eens moeten bespreken wat de uitgangspunten zijn en hoe verder als raad onze rol willen nemen. Ik hoorde in de commissie toen aangeven dat de heer Van der Mooren daar geen behoefte aan had. Maar is daar nu een kentering in? Heeft u daar wel behoefte aan? Is de vraag aan de heer Van der Mooren. Dank u wel. De fractie van het CDA niet. Wethouder de Kurs. Voorzitter, ten aanzien van het acquisitiebeleid, daar komen we met elkaar 16 maart over te spreken. En als we dan toch over 16 maart hebben, meneer Remmers, dan ligt daar een voorzet, niet meer dan dat. En daar mag u naar willekeur op schieten. Maar ik hoop wel dat we dan met elkaar een richting aangeven hoe we in het vervolg de aanbevelingen vorm gaan geven. Meneer de Jonge, dat is u waarschijnlijk wel bekend, ondanks wat in het verleden zou kunnen zijn afgesproken, dat de provincie tweejaarlijks in haar woonbeleid bepaalt wat je als afzonderlijke gemeente mag bouwen. Ja, en de ene keer kan het mee zitten en de andere keer kan het gigantisch tegenvallen. En als het dan tegenvalt, ja, dan moet je voorzienbaarheid creëren of afwaarderen. En volgens mij heeft Ommen in het verleden op behoorlijk wat opgewaardeerde landbouwgronden ook afgewaardeerd. De heer de Jonge. Ja, voorzitter, ik begrijp dus dat we daar een groot risico in lopen. Dat zegt de provincie eigenlijk ook. En ja, goed, dan laat ik niet vooruitlopen op wat ik straks allemaal kan vragen. Maar ja, is het college met mij van mening dat we daar een risicoanalyse op los moeten laten? Want als het zeg maar zo'n tombola is dat de provincie per twee jaar het woonbeleid aanpast en dat er grote risico's lopen voor de grondspositie die we hebben, ja, dan zou ik toch daar een risicoanalyse van willen zien. Wethouder de Kurst. Voorzitter, op zich heeft de heer De Jonge daar gelijk in. Dat is een latent risico. Zolang je met de provincie in gesprek blijft, dan kun je proberen om maatwerkafspraken te maken. Ultimo zou het ertoe kunnen leiden dat je voor de rechter staat en dan ligt er maar net wat de rechter zwaarder laat wegen, de regionale afspraken, dan wel de ladder. En daar komen we met elkaar ook nog over te spreken. Mevrouw Schunselaar, u had het over marktpartijen en zou niet geschoven kunnen worden. Dat is een wat lastige. We proberen dat ook in het centrum te doen. We hebben u daar recentelijk nog over geïnformeerd. Maar we hebben wel wat richtinggevende opdrachten. En de eerste is al financieel. Per grex is aangegeven wat er tenminste terugverdiend moet worden om het verlies te beperken. En elke verandering die je daar aanbrengt of wil als raad of als college, zet je per definitie op achterstand. Omdat dan de marktpartijen die de kavels in handen hebben, dat kunnen gaan uitventen. Soms heeft de marktpartij er zelf ook belang bij en is ook bereid om een duit in het zakje te doen. Haven West is daar een voorbeeld van en het is altijd schipperen. En het is aan ons als college om u daar iedere keer, het zij via een raadsbrief, het zij via een mondelinge mededeling over te informeren wat de plannen zijn en welke financiële risico's daaraan aan kleven. Zo heel eenvoudig als het soms opgeschreven wordt, is het niet, gezien de zware financiële belangen die wij als Ommen daarin hebben. Meneer Van de Mooren, de woonvisie en de cycli, dat is helder, daar heeft u een heel helder betoog over gedaan. Dat tweede punt, u zocht een opening om op een verkapte manier een verheldering te krijgen op de kwetsbaarheidsvraag zoals de Rekenkamercommissie die had aangegeven. Ik kan u een handreiking doen, want ik zou die vraag gewoon quasi belangstellend aan de Rekenkamercommissie uit hoofde van mijn functie kunnen stellen aan de Rekenkamercommissie om dat eens te verhelderen. En dan vanuit mijn informatieplicht, zoals de heer De Jonge die vandaag terecht tot twee keer toe heeft ingebracht, u dat kunnen meedelen voor afgaand aan de raadsbijeenkomst van 16 maart. En ik denk dat ik u daar dan mee help. Voorzitter, tot zover. Er was er nog een vraag aan de heer Van der Mooren vanuit de heer De Jonge. Dat is juist, meneer de voorzitter. Mijn geheugen is niet heel erg fantastisch, maar als de heer De Jonge bedoelt de laatste commissie of een van de laatste commissies, de laatste, dan moet ik me in zoverre teleurstellen dat wat ik opperde
al een keer eerder in, uit een vergadering waar ik verder niet zo veel over mag zeggen, aan de orde is geweest dan wel in de agendacommissie. Maar dit onderwerp is al een keer eerder aan de orde geweest. Als ik de indruk heb gewekt dat ik het hier niet mee eens was, dan begrijpt u nu uit mijn antwoord, dan is dat niet juist geweest. Ik geef ook aan dat wij eerder waren dan u. Dank u. Goed. Ik denk dat we tot een afronding van deze bespreking komen, maar ik heb aan de bespreking van vandaag in ieder geval ook het idee overgehouden dat we over het wonen vooralsnog niet uitgesproken zijn. Maar dan gaat het aan de hand van mogelijkerwijs weer andere notities. U moet me even verontschuldigen, want mijn iPad werkt weer eens niet mee. Ik wil eigenlijk tot een afronding komen met een goed besluit, maar... Dan moet hij even oppoppen. Okay, ik kijk even met de griffier mee. Maar de vraag is of we kunnen instemmen met de voorgestelde besluitpunten. Dan heeft u aldus besloten. Dan kom ik bij de startnota nieuw noordbeschap. Daar hebben we in de commissie uitgebreid over gesproken. Er zijn veel vragen gesteld. Veel opmerkingen gemaakt. En de vraag die feitelijk rest is of u met de startnota het college op pad kunt sturen. Dus de vraag is ook een beetje om in de bespreking vandaag, als u opmerkingen heeft, vooral daar wat op te focussen. En niet de hele brede bespreking weer overnieuw te doen. Ik heb een nieuwe glasplaat op mijn iPad gekregen. En die is zo sensitief dat zelfs als ik ernaar kijk, dan verspringt die al. Zo is in Hardenberg gebeurd, dus ik weet niet of dat wat verklaart, maar... Ja. En we doen het even andersom. Ik begin met de fractie van het CDA, mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik ga proberen om de kern te vatten. Maar ik zal toch zeker een aantal zaken moeten benoemen, want met ons meekijkt vanaf Oostenrijk mevrouw Makkinga. En met hoge uitzondering mag ik dit thema van haar overnemen, omdat zij gewoon nu aan de après-ski zit. Dus Alice, ik hoop dat je het leuk hebt daar. Goed, ja, hou zo'n wijnbroeg van hier voor je collega's. Nou, goed, het nieuwe noorderschap is wat ons betreft in één kreet samen te vatten, loslaten. Dus wij willen ook eigenlijk voorstellen om een heleboel dingen los te laten. Wellicht ook een aantal zaken die we in de commissie benoemd hebben qua aanpak. Want we zijn blij met wat er ligt. Het begint nu pas en het moet niet door ons, maar door de inwoners gebeuren. En wat ons betreft drie kreten: loslaten, ondersteunen en vertrouwen. Dat zijn de uitgangspunten waar we het volgens mij met elkaar mee moeten doen. Wij ook als raad. Goed, misschien dat de wethouder nog even een keer benoemt, ook ter verslaglegging, dat hij inderdaad onze adviezen en tips die mevrouw Makkinga ook genoemd heeft in de commissie, ook daadwerkelijk overneemt. Want dat, anders krijg ik het later weer te horen. En toch maar twee punten, voorzitter, als u mij toestaat om te noemen. En een belangrijk punt, dat zijn we namelijk zelf en dat is ook het gemeentelijk apparaat. Want hoe gaan wij zelf hiermee om? En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. In de commissie hebben we het ook al benoemd. Want willen we met elkaar dat nieuwe noorderschap laten groeien, dan is ook onze rol daarin en hoe wij met noorderschap omgaan en met burgerparticipatie hartstikke belangrijk. En de vraag die ik dan ook voor de collega's heb is van, vinden jullie ook niet dat wij daar een onderdeel van zouden moeten zijn en dat we dat ook op de een of andere manier terug moeten laten komen in de uitwerkingsnotitie. Zowel dus hoe gaat het gemeentelijk apparaat daarmee om. He, want het is in Scandinavië al veel verder uitgewerkt. Dat is wat ver van mijn bedshow. Maar daar krijgen we bijvoorbeeld een groep inwoners, krijgen 25.000 euro. En daar worden een aantal kaders gesteld, maar zeer beperkt. En dan wordt er gezegd heel veel succes. He, en dat vraagt wel iets ook van ons. Dat vraagt ook van het ambtelijk apparaat. Dat vraagt ook geen 20 verordeningen. Maar dat vraagt soms zelfs geen verordening. Dus daarom zou ik heel graag van de collega's ook wel naar reactie willen hebben van,
Zijn jullie bereid om toch nog een keer met elkaar hierover in discussie te gaan? Over wat het nieuwe Noaberschap is? Want het is volgens mij best een hele nieuwe ontwikkeling die we de komende jaren met elkaar ingaan. En niet alleen deze startnota. Tegelijkertijd ben ik ook heel erg benieuwd hoe het college daar natuurlijk naar kijkt. Ook binnen de BOH, hoe krijgt dat vorm? Want ik heb dat ook in andere gemeentes gezien. Dus als we nog een keer een kijkje in de keuken willen nemen, dan weet ik zeker in ieder geval een gemeente in Drenthe die er ook heel veel ervaring inmiddels mee heeft opgedaan. Om te kijken van ja, wat betekent dat dan voor de verschillende partijen? Even kijken. Nou, verbinden en co-creëren. Toch wel een item ook wat we in de commissie hebben benoemd, maar ik wil hem even aanstippen. Heel belangrijk om dat dus samen te doen, die ontwikkeling. Maar ook datgene wat we al doen, dus het innovatiefonds en al die andere zaken die we nu gaan oppakken, om die wel goed met elkaar te verbinden. Want het zou jammer zijn als het een soort van patchworkdeken wordt. En een vraag die we nog hebben is in hoeverre, voorzitter, wordt nu eigenlijk een welzijnsorganisatie hierbij betrokken? Of andere organisaties met professionals om niet alleen ons daarin te ondersteunen, maar ook de inwoners daarin te ondersteunen. Want terecht werd ook wel door een aantal collega's geconstateerd. Je hebt ook een bepaalde kwetsbaarheid, kwetsbare situaties. Maar je hebt ook, je kunt ook niet zomaar zeggen van nou, veel plezier inwoners. Wij zijn natuurlijk zelf ook inwoners. Ik vroeg nog aan mijn man tijdens het eten van nou, hè, wat vind jij er nou eigenlijk van zo'n nota? Nou, dan zegt hij, wat moet ik daarvan vinden dan? Hè, dus dit is ook iets van, je moet het wel vertellen wat je dan kan doen of wat je wil in een buurtschap of, nou, noem het maar op. Ja, en eigenlijk hebben wij het volgende voorstel. Rondom het uitvoeringsprogramma of het uitwerkingsprogramma. Ga dat nou niet als college doen, ga dat niet als BOH doen, laat dat door de inwoners doen. En dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van de VOV, de heer Middelkamp. Kijk. Voorzitter, in de commissievergadering hebben wij voorgesteld om deze notitie niet te behandelen. Daarbij gaven we aan dat we het een volstrekt onvoldragen stuk vinden. En helaas is het niet gelukt om daar de leden van de raad in te overtuigen. Dus we behandelen het nu wel. U vroeg in uw aankondiging om het kort te doen en niet te wisselen wat er al in de commissie heeft plaatsgevonden. Voorzitter, dit onderwerp is wat de fractie van de VOV betreft te belangrijk om het even af te raffelen. Om even een verwijzing te doen naar een commissievergadering. Helaas zullen wij ruimhartig tijd vragen van deze raad om uit te leggen waarom wij het een onvoldragen stuk vinden en wat wij graag anders zouden willen. Voorzitter, inleidend. In het dossier sociaal domein gaan we van de fase transitie over naar de transformatie. We willen het slimmer doen, we willen het beter doen, effectiever, efficiënter, meer kwaliteit leveren en wellicht ook, als je kijkt naar het budget en naar de toekomst, een stukje goedkoper. De vraag die wij ons hebben gesteld bij het lezen van de startnota is onder andere, bereiken we deze doelstellingen nou als we invulling gaan geven aan de startnota zoals die voor ligt? Wordt op deze manier het budget eerlijk verdeeld over mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben? Gaat het budget misschien naar degene die de mooiste eigen initiatieven aandragen? Behartigen we de belangen van de meest kwetsbaren die niet goed of minder goed voor zichzelf kunnen opkomen? En heel belangrijk, voorzitter, voldoen we hiermee aan de zorgplicht die we als gemeente hebben overgedragen gekregen door de decentralisaties van het Rijk naar de gemeentelijke instellingen. Voorzitter, we hebben het vaak over eigen regie en daar wil onze fractie ook graag iets over aanstippen. Want wij willen ons de vraag stellen of de keuze voor eigen regie ook voldoende de zorg voor de meest kwetsbaren ondersteunt. En hoe kunnen we de positie van de meest kwetsbaren versterken om hunzelf regie te laten voeren? Denk aan een betere keuzehulp, een consultvoorbereiding, onafhankelijke cliëntenondersteuning en wat die meer zijn. Dan iets over de rechtvaardigheid of misschien zelfs het gebrek daaraan in het nieuwe noberschap. Hoe voorkomen we dat welopgeleide, intelligente, verbaal sterken in de samenleving de grote winnaars zijn van het nieuwe noberschap? En dat de mensen die niet in deze categorie vallen, de dupe gaan worden.
Denk aan mensen met een bijstandsuitkering, mensen die in armoede leven, die in schuldhulpverlening zitten, chronisch zieken, overbelaste mantelzorgers, etc. Voorzitter, de volgende vraag is of we met deze startnota de ondersteuning en de zorg voor het unieke individu optimaal organiseren. En dan met de nadruk op optimaal, dus niet het goedkoopste, het meeste, het minste, maar de optimale zorg. Het idee achter het loslaten, voorzitter. De CDA-fractie vroeg al van reageer daar eens op. Voorzitter, de VOV-fractie gaat ervan uit dat de gezamenlijke denkkracht, het oplossend vermogen en de innovatiekracht van alle Nobers bij elkaar veel groter is dan dat die zou gelden voor de raad en voor het college. Dus het is prima om deze vermogens aan te wakkeren en te stimuleren. Het is prima om meer participatie in het transformatieproces aan hen te vragen. Maar dan wel beheersbaar, en het is de vraag of dat voldoende geborgd is in deze startnotitie. En tot slot, voorzitter, helaas, het hoort erbij, iets over de financiën. De raad heeft budgetrecht. We moeten als raad zorgen dat we de juiste keuzes maken en dat alles binnen het beschikbare budget. De vraag is dan ook welk deel van de, pak een beet, 10 miljoen van het totale budget spelen we vrij voor nieuw noberschap? Is daar ruimte voor? Ten koste van welke posten in het sociaal domein gaat dit voorstel in deze startnota? Oftewel, kort samengevat, hoe ziet het financiële plaatje eruit? Voorzitter, resumerend over de startnota zijn wij dus, en dat heeft u inmiddels begrepen, niet erg enthousiast. Er is onvoldoende duidelijkheid over welke kant we op gaan. Hoe lang trekken we ervoor uit? Wordt de zorg en de ondersteuning eerlijk en doelmatig besteed? Wordt de kwaliteit van de zorg erdoor verbeterd? En binnen welke budgettaire restricties gaan we dat doen? En voordat we overgaan, voorzitter, naar deel 2 van het betoog, waarin we input en suggesties willen leveren aan het college, wil ik graag even terug naar het agendapunt van zojuist. We hebben de evaluatie van het woonbeleid door de Rekenkamercommissie behandeld. En daarin was een prangende vraag, en daar hebben alle fracties iets in meer of mindere mate van gezegd. Heeft de raad haar rol goed opgepakt? En ik heb een aantal fracties horen zeggen dat we dat onvoldoende hebben gedaan. Waren we betrokken voldoende bij het formuleren van het beleid? Informatie over de uitvoering van het beleid? Hebben we aangegeven welke betrokkenheid wij wensen? En op een gegeven moment, en dan citeer ik graag de portefeuillehouder van dat dossier, u geeft aan wat wij moeten doen. En dat, voorzitter, is nou precies wat in deze startnota niet is opgenomen. En om toch gehoor te geven aan deze vraag, ik neem aan dat dat een vraag is van het voltallige college, hebben wij een aantal suggesties uitgewerkt, voorzitter. Het zijn er 7, ik kan het niet korter maken helaas, dus het gaat even duren. Voorzitter, willen we als raad middelen beschikbaar stellen voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties in het sociaal domein? Het antwoord van de VOV is wat dat betreft ja, dat zouden we moeten willen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de middelen worden besteed waarvoor ze zijn bedoeld. En ik noem ze nog maar even voor de zekerheid. Het gaat om WMO, om jeugdhulp en om de participatiewet. En niet in plaats van deze 3 pijlers het besteden van bijvoorbeeld bedragen en initiatieven voor zonnepanelen, zoals in het stuk als voorbeeld is genoemd. Dat zien wij buiten deze categorieën. In het verleden, voorzitter, heeft de VOV gepleit om zorggeld uitsluitend aan de zorg te besteden en niet daarbuiten. Dat idee is ondersteund door de CDA-fractie en uiteindelijk vertaald door de wethouder in een toezegging waarin is beloofd dat we dat zouden volgen. Het credo is dan ook, we moeten niet verdienen aan de zorg. En als we daar als raad op zouden willen terugkomen middels deze startnotitie, voorzitter, dan moeten we daar wat ons betreft eerst maar eens een debat over voeren. Suggestie 2. Zet in of focus op een aantal te realiseren duidelijke doelstellingen. En we noemen er een paar om suggesties te doen waar je dan aan zou kunnen denken. Zet in op kwaliteit. Geef aandacht aan preventie, aan empowerment van de cliënt, de eigen regie voeren. Mensen in de bijstand ondersteunen om aan werk te komen. Stimuleer gezonde voeding en meer bewegen. Help ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Organiseer goede ondersteuning en een vangnet voor mantelzorgers. De derde suggestie, bepaal criteria waaraan noberschapsinitiatieven beoordeeld worden en hoe ze ondersteund worden. Oftewel, zonnepanelen versus mensen in een uitkering. Meer mensen aan het werk. Inzet op eenzaamheid of ondersteunende ICT-hulpmiddelen.
Ten vierde, communiceer aan alle inwoners en alle belanghebbenden op basis van welke criteria de nabuurschapsinitiatieven worden beoordeeld. En we doen u een handreiking, voorzitter. We noemen er een paar. Wat is de toegevoegde waarde van dit initiatief? Is het initiatief innovatief? Is er sprake van verdringing en hoe gaan we daar dan mee om? Welke doelstelling wordt ondersteund en is deze doelstelling helder geformuleerd? Voor welke doelgroep is het initiatief bestemd? Welk aantoonbaar draagvlak is er voor het initiatief? En welke rol wordt er vanuit het initiatief verwacht van de gemeente? En welke bijdrage? Ten vijfde, leg uit hoe de beoordeling van initiatieven in zijn werk gaat. En binnen welke termijn er terugkoppeling wordt gegeven aan de indiener. Bepaal bij ieder initiatief, niet onbelangrijk, wat de inspanningsverplichting van de initiatiefnemer is en evalueer deze. Ten zesde, stimuleer het indienen van initiatieven en maak dit eenvoudig. Bijvoorbeeld via een online aanvraagformulier. En dan ten leste, voorzitter, weer even iets over financiën. De VOV geeft aan dat we een suggestie zouden willen doen om, en dat hoeft u niet zo precies over te nemen, maar om eens in eerste instantie een bedrag van 100.000 euro te reserveren om een aantal initiatieven op deze manier te stimuleren en te ondersteunen. De dekking daarvoor, voorzitter, zouden we kunnen vinden uit de 2 miljoen die we de afgelopen jaren in het sociaal domein hebben overgehouden en die ook, zoals we hebben afgesproken, exclusief voor het sociaal domein zullen worden ingezet vanuit de algemene reserve. Voorzitter, tot slot. Door de vragen en de suggesties heeft onze fractie gemeend input te moeten geven voor het college, zodat het college verder kan met dit proces. En tevens de raad hierbij intensief in het vervolg zal betrekken. En derhalve, voorzitter, hebben we een en ander van ons betoog zojuist verwoord in een motie. En die motie die heb ik inmiddels ondertekend, maar ik lees hem graag even voor. De Raad van de Gemeente Ommen in vergadering bijeen donderdag 26 januari overweegt dat de startnota Nieuw Nabuurschap een eerste aanzet is om bij het proces van transformatie in het sociaal domein de burgers en andere belanghebbenden te betrekken. Is van mening dat de startnota Nieuw Nabuurschap onvoldoende inzicht geeft aan de gemeenteraad, de inwoners van Ommen en andere belanghebbenden over het te volgen proces in de verdere transformatie in het sociaal domein. En draagt het college op als eerste vervolgstap na de genoemde startnota te komen met een vervolgnota waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen. Een uitgewerkt stappenplan inclusief een duidelijk omschreven tijdspad. Een aanpak voor goede en tijdige communicatie naar de inwoners en belanghebbenden. Een keuze voor beleidsdoelstellingen en speerpunten waarop de focus voor de nabuurschapsinitiatieven zouden moeten liggen. Criteria waaraan de nabuurschapsinitiatieven moeten voldoen. Een uitwerking van de verwachte inspanningsverplichting voor indieners van de nabuurschapsinitiatieven. Een uitwerking van de beoordelingscriteria welke worden gehanteerd bij beoordeling van de ingediende nabuurschapsinitiatieven. Welk deel van het budget de gemeente beschikbaar stelt voor de initiatieven, inclusief een uitwerking of de bekostiging uit de middelen 2017 dan wel uit de overschotten 2015 en 2016 geschiet. En tot slot, voorzitter, een terugkoppeling aan de gemeenteraad na de eerste drie gehonoreerde initiatieven, of na een half jaar, afhankelijk van wat zich het eerste voor zal doen. Inclusief een evaluatie bestaande uit welke aanvragen zijn ingediend, welke zijn wel en niet gehonoreerd, op basis waarvan is het besluit voor honorering of afwijzing genomen. En tot slot, voorzitter, hoe het initiatief verder wordt geëvalueerd. En gaat over tot de orde van de dag, was getekend namens de fractie de VOV. Dank u wel. De motie is genoegzaam ingediend. Het zal onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Het is misschien goed om te zeggen dat ik niet voornemens was dingen af te raffelen. Maar dat ik altijd probeer een beetje to the point te zijn. Dan staat iedereen vrij om zijn eigen tijd te gebruiken. Gelet op verder we geen spreektijdregeling hebben. Dus dat kan natuurlijk allemaal. De heer De Vries Robles, D66. Voorzitter, ik moet even voelen of mijn oren er nog aan zitten. Want eerlijk gezegd
kreeg ik het gevoel dat ik in de verkeerde wereld binnengestapt was net bij het voorlezen van de motie. We hadden namelijk net afgesproken dat we het wat los zouden laten, maar ik heb niets anders dan regels gehoord die we vervolgens moeten formuleren om te zorgen dat iets tot stand gaat komen. Nou, laat ik u zeggen, dat was niet de bedoeling van mijn interventie. Laat ik het als volgt zeggen. We hebben een startnotitie voor ons gekregen, die natuurlijk bedoeld is om een proces op gang te brengen en niet al dat proces gelijk al van tevoren aan allerlei regelgeving te onderwerpen. Maar waar ik wel even op wil wijzen, is dat deze notitie beoogt om, laten we zeggen, het WMO-geld wat wij ter beschikking hebben, eigenlijk gaat het natuurlijk om een verdelingsprobleem, op een andere manier te verdelen. En u zegt eigenlijk willen we af van onze huidige subsidieregeling. U zegt ook ergens 2020, zegt u tegen de partijen, u moet er rekening mee houden dat de subsidieregeling zoals we die nu kennen, die bestaat dan niet meer. En wij garanderen dan ook niet dat de subsidies daarbij bij u of bij anderen voortgezet worden. Maar dat betekent wel dat we dus dan een andere methodiek moeten vinden. En daar is deze notitie nou bedoeld juist tot aanzet, om daar naar te zoeken. Maar dan begin ik aan de ene kant, als ik de betogen van mijn collega's hoor, proef ik heel veel dat men eigenlijk alleen maar het adagium right to challenge oppakt. Met andere woorden, dat men zegt, laat nou de samenleving nou eens met ideeën komen, de gemeente als facilitator, en wij gaan kijken of we die plannen verder kunnen brengen en tot uitvoering kunnen laten komen. Maar wat u zelf in de notitie ook zegt, wij willen ook graag met maatschappelijk aanbesteden aan de slag. En dat is wel degelijk een proces waarbij we als gemeente zeggen, wij willen dat u dit en dit realiseert, komt u maar met uw voorstellen. Dus het is niet helemaal het loslaten van alle regelgeving. Er zitten twee aspecten in. Dat maatschappelijke aanbesteding, waar we wel degelijk zeggen als gemeente, dit willen we realiseren, schrijft u erop in. En de tweede kant, het right to challenge, namelijk van, we willen graag dat u met briljante ideeën komt en dan gaan wij kijken of we die ideeën kunnen vorderen en tot wasdom brengen. Nou, we moeten dus wel ons realiseren dat het niet zo is, denk ik, zoals mevrouw Bakelaar dat net meldde. En overigens, dat we dus het Scandinavische initiatief gaan omarmen in één keer. Namelijk dat we burgers 25.000 euro geven voor een plannetje. En overigens met toch enige referentie aan het begin van deze raadsvergadering lijkt me dat niet geheel de juiste benadering. En dan bedoel ik natuurlijk op het verstrekken van subsidie en het krijgen van geen enkele vorm van verantwoording. Nou, dat ook gezegd hebbend, moet ik u, dat had ik u in de behandeling in de commissie ook graag nog laten willen weten. Maar ik moet zeggen dat, en overigens is daar ook op gewezen dat het niet goed gespeld is. Maar ik moet zeggen dat ik de term naberschap verschrikkelijk vind. Dat doet mij denken aan klompen. Dat doet mij denken aan de melkkannetjes zo aan het juk enzovoort. Dus ik zou eigenlijk ook veel willen pleiten, als we dan toch naar nieuw beleid toe gaan, kunnen we dan ook niet een nieuwe term verzinnen voor dit fenomeen. En dan liefst niet een ouderwetse term. Vervolgens heb ik in de commissie een vrij hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het feit dat we deze weg weliswaar moeten bewandelen, maar dat we wel moeten garanderen in die initiatieven dat ze feitelijk voor iedereen ongeacht achtergrond toegankelijk moeten zijn. En ik wil u er toch nog wel even op wijzen dat ik graag zou zien dat we ergens in de notitie dit uitgangspunt, wat niet zozeer een voorschrift is, maar wel een mogelijkheid hoe mensen kunnen participeren, dat we dat ergens in opnemen. En als laatste zou ik u willen aangeven, dit is de startnotitie, u gaat daar binnenkort mee aan de slag. U wilt met het maatschappelijk veld daarover in gesprek, u wilt met burgers in gesprek, met hoe noemen we dat? Plaatselijke belangen en al dat soort organisaties. En neemt u ons vooral ook mee in die uitwerking. Dank u wel. De fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik hoorde net onderweg hier naartoe van, goh, dan moet je toch eens naar de rente komen, want daar is het allemaal anders. Ja, dat zal ook wel. Ik heb er ook beter, gehoord. Niet anders. Beter zelfs nog. Oeh, nee, goed. Laten we dat maar niet gaan vergelijken. Wel is het zo
dat zoals het hier geschreven is, dat heb ik in de commissievergadering al gezegd, wel op zijn Drents is, of wel op zijn Twents is en niet zoals het hoort op zijn Sallands is en op zijn Drents is. Dus dat is dan niet anders. Maar goed, het zal me wel een keer veranderen. Het is in de commissievergadering ook al genoemd, het is een volledig braakliggend terrein. Dat betwijfel ik. Want er wordt al wel heel veel gedaan zonder dat we dit nu direct merken. Maar ik ben het wel mee eens dat er nog veel meer moet gebeuren. Maar er wordt hier al veel gedaan. En daar kom ik straks nog even op terug op de kleine kernen. Als je deze stadnotitie leest, zou je kunnen denken, het gevoel kunnen krijgen, dat er gewaakt moet worden voor valkuilen, voor onzekerheden, allemaal beren die we dan zien op de weg. Maar ik zou graag die nadruk willen leggen op de uitdagingen. Uitdagingen voor alle inwoners, al dan niet georganiseerd in de buurt, plaatselijke belangen of wat dan ook, maar in ieder. En in deze stadnotitie komt het ook voor dat het vooral gaat om kleine kernen en buurtschappen. Voorbeelden zijn ook genoemd in de stadnotitie en tenminste met de foto's. Maar laten we duidelijk zijn, het is niet alleen voor de kleine kernen en de buurtschappen of wat dan ook, maar het is ook hier, laat ik dan zeggen, voor de stad Omme. Want het kan op een kleine manier ook gedaan worden. Dus laten we daar goed aan denken en laten we ook in de vervolgtraject ook hier voorbeelden van noemen. Want de notitie geeft alleen voorbeelden van de buitengebieden. Vervolgens wordt er ook gesproken dat er vervolggesprekken komen met maatschappelijke organisaties, plaatselijke belangen, maar ik heb het, dat dacht ik in de commissie ook al gezegd, vergeet het bedrijfsleven niet, want die zou hier ook in kunnen spelen, een rol in kunnen spelen. En dan ook, dat heb ik eerder gezegd, de inwoners die ook niet gegroepeerd zijn in een organisatie, wijk, plaatselijke belangen of wat dan ook. Mevrouw Bakela zei net van ja, we moeten loslaten, we moeten durven, we moeten het uit handen geven. Ja, dan moeten wij, dan moet het college, dan moet de raad, maar dan moet ook de ambtelijke organisatie. En dat zal nog best een lastig iets worden. Maar goed, ik heb al gezegd, ik praat liever over uitdagingen. In de stadnotitie staat omschreven dat de inwoners en gemeenschappen die kansen zien buiten het maatschappelijk domein de ruimte moeten krijgen. Nou, prima, mooi, zou je zeggen. Maar, dat is ook al eerder genoemd, we hebben het hier wel over, hebben het hier dus nu dan over een financiële ruimte of een faciliterende ruimte. Want als je zegt de financiële ruimte, zou het wel eens kunnen zijn dat je dus toch te maken hebt met budgetten en dat je dus, iedereen heeft een fantastisch initiatief, hartstikke mooi, maar dan komt hij toch uiteindelijk een keer bij het moment suprême. En maar dat kunnen wij niet doen, want ons budget is onvoldoende. Dus ik zou hier dan toch wat duidelijkheid over willen hebben om op termijn teleurstellingen te voorkomen. Nou, tijdspad is ook wel het een en ander voor gezegd en de positie van de raad ook. Maar wat heel belangrijk is, en wat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk, is de communicatie. We hebben dat gezien met het innovatiefonds. Nou, het was trekken, het was duwen en er zijn een paar initiatieven gekomen. En mijn ervaring is ook geweest dat, men heeft mij ook wel eens gevraagd, wat houdt dat nu in? Hoe moet ik dat nu doen? En dan moet je inderdaad zoeken op de website van de gemeente hoe dat nu in elkaar steekt. En dat weerhoudt gewoon mensen om te zeggen, laat maar, ik heb hier geen zin in. Begrijp me niet, ik heb hier geen zin in, laat maar. Dus de communicatie is heel belangrijk, dat het gewoon helder is en dat het niet een struikenblok gaat worden. Ik heb een paar keer gezegd, notitie, het is een nota, het is ook een startnota. En zo zien wij dat ook, echt als een startnota, om dan verder aan de slag te gaan. Ik heb nog wel, nou, wat betreft die stadnota kunnen we gewoon zeggen, de VVD-fractie wil hier graag verder mee aan de slag. Ik heb nog wel één vraag, anders blijft hij gewoon een beetje boven de markt hangen. De VOV heeft veel gesproken over zorg. Dat snap ik wel, maar zou de wethouder kunnen aangeven dat het meer is dan alleen het vraagstuk ten aanzien van de zorg of zaken die voortvloeien daaruit? Want anders schept het misschien een beeld naar voren van, goh, het
Het is alleen de zorg. En als ik dan weer die nota zie en de foto's zie en de voorbeelden lees, dan denk ik, ja, dat is meer dan directe zorg. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, mevrouw Schunsel had het over, er was wat verwarring over de naam. Nieuw nobelschap, is het nou met OA of met AO? Het is de juiste, correcte spelling volgens streektaaldeskundigen. En als je de geschiedenisboeken van omleest van bijvoorbeeld de heer Makkinga of de heer Steen, dan is het inderdaad, dit is de juiste spelling. Ja, wat gaan we doen? Gaan we loslaten of gaan we het helemaal dicht timmeren? Dat is een beetje, geloof ik, wat ik daaruit uitfilter. Nou, wat mij betreft inderdaad loslaten. Wat we een aantal mooie zinnen in staan. De mensen mede-eigenaar worden van de mede-eigenaarschap van de samenleving. De samenleving maak je samen inderdaad. Mevrouw Schunsel stipt het ook al aan. Gaat het nou puur om de zorg of is het breder? Gaat het om maatschappelijke initiatieven, burgerinitiatieven? Communicatie. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Maak ook duidelijk wat de mogelijkheden zijn via social media, maar ook via kranten en wat die is meer zei. En doe het samen, zoals er ook in staat, met inwoners, met de participatieraad en onder andere met de raadswerkgroep participatie. Voorzitter, dit was het. Dank u wel. De fractie van de LPO. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. De startnotitie. Wij vinden dat als je een startnotitie hebt waarbij je een nieuwe vorm, een ruimere vorm van participatie zoekt, dan vinden wij dat je ook die ruimte moet geven. En in dat opzicht vinden wij dat, en dat is al door een aantal andere collega's ook aangegeven, van laten wij niet allerlei voorwaarden vooraf gaan stellen, maar laten we nou ook echt letterlijk de ruimte geven. En de ruimte geven aan de participanten. En daar hebben we wel een aantal aandachtspunten die we graag toch wel mee willen geven in het proces. Want het is een proces waarin we iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk mensen, willen betrekken. En daar hebben we wel een zorgpunt, of in ieder geval willen we de aandacht voor vragen. Zorg ook dat je iedereen betrekt die je betreft. En collega's hebben het al aangegeven, de een is wat minder en de ander wat meer mondig. Maar geef daar wel aandacht aan. Waar we ook aandacht aan willen voor vragen is voor de risico's van stapeling. Als je praat, als het in ieder geval betreft de aspect van zorg. Dat taken, verantwoordelijkheden die in het verleden nogal bij de centrale overheid lagen of bij de lokale overheid, overgeheveld wordt naar mantelzorgers, vrijwilligers. Dat met een stapeling van diverse activiteiten ook te veel kan worden. Want er is een beperkt aantal mantelzorgers met een beperkte capaciteit. En je kunt niet alles overhevelen in het kader van nieuw noberschap of oud noberschap. Dan zeggen we, nou, die mantelzorgers of die vrijwilligers nemen die taak wel over. Want dan zit je met een punt van capaciteit, maar ook een punt van continuïteit. Ja, het is ook een leerproces en mevrouw Bakelaar gaf het ook al aan. Een leerproces voor onszelf en voor het college. Dat wij in zo'n proces waarin je ruime mate van participatie zoekt, niet meteen op de rem gaat staan. Of niet meteen vooraf, zoals de VOV dat doet, in allerlei voorwaarden gaat stellen waaraan zo'n proces moet verlopen. Geef dan ook daadwerkelijk de ruimte. Ben je er daarmee? Dat denken wij niet. Wij denken dat het wel goed is dat de Raad, als ook het college, in dit proces op een of andere wijze begeleid wordt. Want ik denk dat dit ook voor ons een leerproces is. En of het nou gaat over het aspect zorg of participatie op een ander terrein. Wij moeten leren loslaten op een verantwoorde wijze. En ik zie het inderdaad, zoals mevrouw Schunselaar terecht aangeeft, als een uitdaging. Een hele leuke uitdaging. Maar om dat dan, laten we zeggen, helemaal los te laten, dat lijkt me niet verstandig. We hebben ook al een keer iemand van de provincie hier gehad. Die kon het ook heel mooi, in ieder geval, laten we zeggen, processen schetsen. Dus wij zoeken wel naar een stukje ondersteuning op dat gebied. En dat hoeft niet permanent te zijn, maar initieel zou dat heel erg wenselijk zijn. Even kijken. Ja, en dan nog één punt waar we ook aandacht voor vragen. Ik heb het net al aangegeven over de stapeling van effecten voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Waar wij ook aandacht voor vragen is het punt dat we een naberschap, of hoe je het ook noemt, betaalde reguliere banen niet gaan verdringen met vrijwilligersbaantjes. Ik zeg het bewust wat denigerend, want sommige functies moeten gewoon professioneel ingevuld worden. En naberschap prima, mantelzorg prima, vrijwilligers prima. Maar het verdringen van reguliere banen, daar zouden wij geen voorstander van zijn. Maar kortom, wij vinden losgelaten met deze notitie prima. En wij wensen alle betrokkenen daarbij heel veel succes. Dat was in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dan ten slotte de fractie van de ChristenUnie, de heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Heb nu eens de moed een nieuw avontuur aan te gaan. Dat waren de woorden uitgesproken door de voorzitter van de participatieraad precies 2 weken geleden. Voor ons als gemeenteraadsleden zit dat nieuwe avontuur vooral in de fors te nemen drempel van het loslaten. Dat loslaten is ook de rode draad dat wij als ChristenUnie lezen in deze notitie, daar waar het gaat om de rol van onder andere de gemeenteraad. Voor de samenleving is het ook een avontuur, want we gaan van het traditionele informeren en raadplegen op de participatieladder en eens naar co-creatie en zelfs meebeslissen. We nemen dus niet heel voorzichtig één stapje op deze ladder. Nee, we bestormen deze participatieladder met vele treden tegelijk. Het goede nieuws is wel dat uit het Rekenkamercommissierapport De Burger Aanzet, alweer van einde 2014, bleek dat de inwoners vaak al veel verder zijn op deze ladder dan wij hier zo als we bij elkaar zitten. De fractie van de ChristenUnie heeft dan ook best wel goede hoop dat er vanuit de samenleving voldoende krachten vrijkomen om de onderlinge cohesie in onze gemeente Ommen, die er nu eigenlijk ook al in grote mate is, nog verder te versterken. En toch, meneer de voorzitter, u mag het rustig weten, ook wij als fractie van de ChristenUnie hebben er best moeite mee om los te laten. Er is eerder gesproken over het opzetten van experimenten om burgerparticipatie meer inhoud te geven. Bij zo'n experiment denk je dan eerder aan een onderwerp als bijvoorbeeld het hondenbeleid. Een relatief klein initiatief dat de hele samenleving raakt, goed behapbaar is en ook duidelijk een onderwerp is met een kop en een staart. Maar nee, wij kiezen nu voor een zwaarwegend onderwerp als de transformatie in het sociaal domein en dan vooral gericht op de ontwikkeling van het sociaal ondernemen of zoals we dat nu noemen, nieuw naberschap. Een onderwerp wat gaat over mensen en niet zelden over kwetsbare mensen. Juist daar zit ook onze angst. Niet iedereen in onze samenleving is even mondig. Worden alle kwetsbare groepen wel vertegenwoordigd als straks het proces wordt opgestart? Gaan de grootste monden ook het meest voor elkaar krijgen? En wordt de spreekwoordelijke Jan met de pet niet overklast door de wat meer elitaire klasse in onze samenleving? Ook wij maken daar ons zorgen over. Ook om de enorme druk die er nu al ligt op de mantelzorgers en die mogelijke verzwaring die eraan zal komen als we niet in staat blijken te zijn de samenleving in de volle breedte op gang te krijgen. Zorgpunten waar we best wel mee zitten. Gelukkig hebben we de wethouder 2 weken geleden uitvoerig horen ingaan op deze zojuist genoemde valkuilen. Het stemt ons enigszins gerust en daarom stemmen wij in met deze notitie en we wachten met spanning op de volgende stap, het proces. En ik wil dan nu ook gelijk gebruik maken om te reageren op de motie van de VOV. Als u goed naar dit betoog heeft geluisterd, dan hoef ik denk ik verder weinig woorden eraan toe te voegen dat we die in ieder geval niet zullen gaan steunen. Tot zover. Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Schelen namens het college van BMW. Dank u wel, voorzitter. Ja, nieuw naberschap. Durven we los te laten? Ja, is nou loslaten het geheel maar laten gebeuren? Nou, zo heeft niemand durven betogen en zo heb ik ook mevrouw Bakelaar niet begrepen. Maar het is wel een belangrijke verandering in ons denken en in ons handelen. Inderdaad, niet alleen maar van college, ook van raad, ook van organisatie. Ook van organisaties die nu betrokken zijn bij. En last but not least, natuurlijk verwachten we ook iets van de inwoners. We mogen sinds kort niet meer zeggen van onze provinciale deskundige, Ferenc van Damme. De heer Bongers zei het al, we mogen niet meer spreken over de burger. Tegenover de Tweede Kamer is een poster op een hamburgerketen. De enige goede burger is een gegrilde burger.
Dus hij spreekt liever over inwoners. Maar goed, hoe je het ook noemt, het gaat om een belangrijke verandering in het denken. Nabeschap, ja, ik heb inderdaad ook even gekeken naar of het nou AO is OA. Daar zijn de geleerden het inderdaad ernstig over oneens. De heer Moerman zei het ook wel terecht. U heeft Wikipedia gepakt, had ik ook eerst gedaan. Ik denk, ja, mevrouw Schunzer heeft gelijk. Maar inderdaad, meneer Moerman heeft een andere geleerde gepakt, heeft ook gelijk. Nou, gaan we nog uitkomen. Als dit het enige punt is wat we echt moeten oplossen, gaat het helemaal goed komen. Voorzitter, meer in ernst. Jazeker, we hebben hier natuurlijk een heel belangrijk punt te pakken. Het gaat niet om een klein projectje, de heer Marsman zei het al, van goh, het gaat wel over iets. Het gaat niet over een klein projectje als onderbeleid. Het gaat hier om belangrijke zaken voor kwetsbare mensen. En dat moet natuurlijk wel, hoe verandering je ook beoogt, wel met de nodige zorgvuldigheid. En dat is ook zo. Aan de andere kant, de heer Marsman zei het terecht, van ja, we moeten misschien ook niet al te angstig zijn. Misschien is de inwoner, de burger, al wel veel verder. En ja, dat rekenkamerrapport wees daar inderdaad terecht op. Maar we zien het in feite ook al gebeuren. Mevrouw Schunstra zei het al. Kijk eens om je heen. Fantastisch hoeveel initiatieven er nu al gewoon zijn. We noemen dat alleen niet zo. Maar er is natuurlijk al een ongelooflijk rijk verenigingsleven. En kijk eens naar wat er allemaal al gebeurt. Ook onlangs. We hebben een buurtkamer inmiddels in de Strangen. We hebben een buurtbus in Vilsteren. En ga zo maar door. Dus gebeurt ontzettend veel. De vraag is of we dat op een goede wijze zeg maar bij elkaar kunnen brengen. Bij loslaten gaat het inderdaad om echte zeggenschap en eigenaarschap van inwoners. Meerdere van u hebben daar al op gewezen. En ja, dat kan maar op één manier echt gestalte krijgen als wij in staat zijn en bereid zijn om ook daadwerkelijk vertrouwen te geven aan de burger. En bij vertrouwen hoort niet dat je het op voorhand dichtreguleert. Dus het zal u niet verbazen, maar de motie van de VVV op dit punt zullen wij dus inderdaad ontraden. Wil het nou zeggen dat het een ongerijmd en een ongeremd en een proces is wat zomaar gaat gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Allereerst, het gaat natuurlijk om meer dan zorg. Daar werd ook al om gevraagd door een aantal van u. Natuurlijk gaat het om meer dan zorg. En natuurlijk gaat het om de vijf principes die we met elkaar hebben vastgesteld met de beleidsnota om elkaar. Noem het maatschappelijk aanbesteden. De D66 wees daar onder andere op. Noem het preventie. Al die vijf principes komen natuurlijk terug. Met behulp van wat er al is. Natuurlijk. We hebben met elkaar de noodzaak om iedereen in Olmen mee te laten doen. En natuurlijk weten wij ook wel dat de ene inwoner meer in staat is om uit te maken, een initiatief te nemen, mensen te helpen, dan de ander. En ja, natuurlijk, wij staan voor dat maatschappelijke vangnet. Maar dat gaat veel verder eigenlijk nog. Want terecht dat daar bijna alle fracties de aandacht op hebben gevraagd. Het gaat erom dat dan ook werkelijk iedereen in staat is. Het gaat ook over de toegankelijkheid van de voorzieningen. Het kan niet waar zijn dat er mensen voor hem worden uitgesloten. Maar het heeft ook nog betekenis voor zeg maar, de professionals die nu zeg maar, in welzijn en zorg actief zijn. En ik heb het ook al in de commissie aangegeven. Het zal niet zo zijn en het kan ook niet zo zijn dat er geen professionaliteit meer is in welzijn en zorg. Dat is ook echt niet aan de orde. Dat weten wij met elkaar. We weten met elkaar dat de mantelzorgers inderdaad al zwaar worden belast. En we gaan ze heus niet, ook niet via dit traject, alsnog verplichten om van alles te doen. Dat kan niet, dat mag niet, dat willen we niet. Neemt niet weg dat we toch die samenleving meer ruimte willen geven. En dat vraagt beheersing. Dat vraagt om minder regels, dat gaat zelfs om vermindering van regels die we nu al kennen. En dat gaat wel om een zorgvuldig proces. In de commissie heb ik aangegeven dat wij op korte termijn met zo'n proces nota zouden willen komen. Dat is niet een vastomlijnd stappenplan met allerlei criteria, dat zou de zaak helemaal doodslaan. Maar ja, natuurlijk moeten we wel aandacht geven aan een aantal dingen die ook door u al zijn genoemd. Laat ik ze even nalopen. Allereerst
Diverse onder u, mevrouw Wakelaar onder andere, zeiden van God heeft ook betekenis voor de organisatie, intern, jazeker. We zullen dus ook in de interne stappen, zeg maar, daar aandacht moeten geven. Ook natuurlijk ons samen doen team en ons EKT. Het heeft betekenis voor externe partijen, jazeker. Wij gaan spreken met de instellingen die dit direct aangaan. De landsteden, de kernen, de MEES. En zoals mevrouw Schunselaar ook terecht betoogde, we gaan natuurlijk ook praten met het bedrijfsleven. Hoe zij hier tegenaan kijken, welke kansen zij daarin zien. Betrokkenheid in het proces gaan we ook borgen. De heer Moerman wees al op de betrokkenheid van de participatieraad, die wij overigens zeer waarderen. Maar inderdaad ook anderen. En het wordt nog een kunst, en mevrouw Schunselaar wees er met name op, om mensen zeg maar, te betrekken die niet gebruikelijk in het proces betrokken zijn. He, wat dan in het beleid heet de usual suspects. He, de mensen die je altijd ziet, waar we heel veel waardering voor hebben, want die weten daar wel altijd tijd voor te maken. Dat is prima. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die we nooit zien en die we nooit horen. Dus we gaan wel degelijk op zoek naar ook die mensen om zeg maar, het proces nog beter te doen. Ja, en het wordt een lerend netwerk. Met andere woorden, we gaan doen, we gaan experimenteren. Ik geloof dat iedereen van u wel heeft aangegeven dat de communicatiestrategie een hoeksteen is van deze hele benadering. En dat is ook zo. Daarbij gaan we niet op een traditionele manier te werk. Wij wensen het gewoon eens op een andere manier te bekijken. We hebben hier in deze raad al Verens van Damme gehad om ons op een andere manier te laten kijken naar communicatie. En de heer Bongers, blij te horen, want dat horen we altijd van de heer Bongers. Raad ons aan om eens extern te kijken. Nou, als hij het zegt, dan ben ik wel erg overtuigd. Maar ik denk dat wij elkaar snel vinden. Want ik was ook behoorlijk onder de indruk van de heer Verens van Dam. En ik heb hem gevraagd om, als hij daar de mogelijkheden toe ziet, om ons daarbij te helpen. Het mooie werk daarbij is dat de provincie hem deels voor deze taak heeft vrijgesteld. Dus dit kan ook nog met een, ik weet niet of dat nou voor 0 euro's gaat, maar het gaat wel. Hè? Maar toch. Maar dan hebben we een deskundige, iemand die er goed in zit, maar ook op een belangrijke, goede manier erin zit. En ons inderdaad daarbij kan helpen. Dus daar zie ik inderdaad naar uit. Anderen hebben er ook al op gewezen. Natuurlijk is er ook samenhang met de toekomstvisie, de participatiewerkgroep. Omgevingswet. En dat wordt denk ik wel een van de belangrijkste uitdagingen. Natuurlijk ook voor het voltallige college. Daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. Want ja, natuurlijk zou het fantastisch zijn als er een buurtvereniging Nieuwe Stijl zeg maar, zich opwerpt en zegt van wij gaan een energiecorporatie beginnen. Maar ja, dat heeft wel betekenis voor andere punten van het beleid. Ja, wat zou het fantastisch zijn als wij een plaatselijk belang zeg maar, zover krijgen dat ze zeggen van wij wensen verantwoordelijk te worden voor een bepaalde doelgroep en voor de bewoning daarbij en de kinderopvang en wat iets meer zijn. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook betekenis voor bijvoorbeeld het ruimtelijk beleid en de omgevingsvisie. Dus dat zijn zaken die inderdaad aan de orde zullen komen en daar zullen we ook integraal naar moeten kunnen kijken. Uw rol als raad wordt daarbij natuurlijk ook een hele belangrijke. En ik denk dat we gaandeweg dit proces dat ook veel sterker zullen zien. Wij geloven niet in om nu al statisch te zeggen van, god, dit is een stuk papier en u doet er een klap op en we zijn er klaar mee. Wij zien dit als een dynamisch proces. We hopen dat we daarover in maart al met u over kunnen spreken. Moeten we wel met de agendacommissie nog even kort sluiten. In ieder geval in april. En dan wat ons betreft gaan we verder met dit indrukwekkende en uitdagende proces. Dank u wel, voorzitter. Tot zover eerste termijn. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Bakelaar, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Kort hoor, wat ons betreft. Ik ben blij te horen dat we in ieder geval met elkaar een debat gaan over van hoe zien wij dat dan en wat is dan onze rol daarbij. Want ik denk dat dat enorm belangrijk is. En toch even in reactie. Ik denk dat het ook goed is voor ons als raad om dan ook te kijken van hoe hebben we nu alles in de planning staan? Want we hebben natuurlijk die transformatienota en daar zit weer een onderdeel van. En dat maakt ook dat de zorg, waar de VOV ook aan benoemt, die zit ook weer in andere notities. Dit heeft ook te maken met preventie.
Hè, dit is noberschap, dus het is breder dan zorg. Heeft ook te maken met leefbaarheid. Of het nu gaat om wijk of dorp of kernen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we het allemaal weten van waar hoort dit nu bij? Waar valt dit nu onder? Ik ben blij te horen met de toezegging van de wethouder ook om iedereen daarbij te betrekken. En natuurlijk ook de inwoners ga ik vanuit, want die hoorde ik u daarnet niet noemen. Maar ik ga ervan uit dat dat een logische aanname is. En natuurlijk nog even een reactie op D66. Kijk, als je het hebt over de onderdelen van de gemeente, ja logisch, die zijn van de gemeente. Die horen wat mij betreft dan niet in zo'n notitie zoals die voor ligt thuis. Dat is iets van de gemeente. Als je het hebt over het noberschap en hoe je dat vorm gaat geven met inwoners, is dat iets anders dan wat er op je eigen boodschappenbriefje staat. Nou, ik denk dat dat mooi is als we dat eens met elkaar gaan benoemen van, en wat zie je er dan onder en waar valt het dan allemaal onder? Nou, dat was het wat het CDA betreft. Dank u wel. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de VOV, de heer Middelkamp. Voorzitter, de bijdrage van de wethouder en de andere fracties heeft ons niet doen besluiten om anders over onze motie te denken. We hebben de wethouder, om daarmee te beginnen, horen zeggen dat het gaat om heel belangrijke zaken en over de kwetsbare in onze samenleving. Maar hoe dat precies gebeurt en wat we daarvoor gaan doen, dat is volstrekt onduidelijk. We gaan een zorgvuldig proces in, maar het is volstrekt onduidelijk hoe dat proces eruit ziet en wat dat proces behelst. We gaan experimenteren, we gaan iemand inhuren en een van de citaten was: en de rol van de raad wordt heel belangrijk. Voorzitter, dan zijn wij helemaal los. Want we gingen loslaten, ook als raad gaan we loslaten. En toch krijgen we een heel belangrijke rol. Hoe ziet die rol er dan uit? Wat verwacht het college van ons in die heel belangrijke rol in het loslaten? Voorzitter, de VVD-fractie zei van de VOV heeft het wel heel veel over de zorg, maar het is natuurlijk meer. Als u goed heeft geluisterd, dan is het zo, voorzitter, via u naar mevrouw Schunselaar, dat wij alle pijlers van het sociaal domein hebben benoemd en ook hebben bedoeld. Dus het gaat niet alleen maar over zorg, maar het gaat ook over jeugdhulp, het gaat ook over participatie en alles wat daarmee annex is. Voorzitter. Mevrouw Schunselaar. Voorzitter, dank u wel. Ik heb aan de wethouder gevraagd voor mij om het helder te krijgen, dat u het heel veel, in mijn optiek, veel had over zorg, of het ook meer is dan zorg, gelet op datgene wat in de notitie als foto staat en als tekst staat. Dat was gewoon mijn vraag, een verhelderende vraag, niet meer en niet minder. Dank u wel. Voorzitter, dan is dat eventuele misverstand ook weer uit de wereld. Ik heb een aantal citaten opgeschreven om te illustreren waarom wij nou nog steeds lost zijn. En daar staan we vrij alleen in, maar ik kan het u niet onthouden. De ene fractie zegt, geef iedereen 25.000 euro, volgens een Noors of welk model dan ook. En de andere zegt van, ja nee, dat is geen goed idee, dat moesten we misschien maar niet doen. Neem ons mee in het vervolgproces. Mevrouw Bakelaar. Ik denk dat het even goed is om te benoemen dat het als voorbeeld werd genoemd, meneer Middelkamp. En niet dus als zo van geef iedereen maar 25.000 euro. Voorzitter, het was slechts een voorbeeld. Hartstikke goed. Zo hebben we het ook begrepen. Alleen als je zo'n voorbeeld doet, dan is dat in mijn beleving een suggestie van goh, denk er eens over na om in navolging van dat voorbeeld iets te gaan doen. Waarop een andere fractie zegt dat misschien niet zo'n goed idee is. Dus die vindt dat voorbeeld misschien wat minder valide. Er is gevraagd, neem ons mee in het proces. Het is volstrekt onduidelijk hoe we dat gaan doen. We hebben gevraagd, zojuist aan het einde, van hoe zit het echt met de planning? Hoe steekt dat in elkaar? Zijn er geen conflicterende, door verschillende deeltrajecten met elkaar te verwerken, zijn er geen... We hebben te maken met een braakliggend terrein. Het gaat niet alleen om grote kernen blijkbaar, maar ook om mezelf, moeten we benoemen. Om hoeveel financiën gaat het? Want we willen voorkomen dat er teleurstellingen zijn als nobers initiatieven indienen, maar er is helemaal geen geld meer voor. Dus hoe ziet dat financiële plaatje er eigenlijk uit? We praten over uitdagingen. We praten over het tijdspad, zoals ik al zei. Mevrouw Bakelaar. Ja, toch een vraag aan meneer Middelkamp. Want ik hoorde u heel veel vragen stellen, hè, veel onduidelijkheden. Maar dan lijkt het me dat u het eens bent dat we met elkaar in debat gaan over wat is dan het noberschap en
Wat vinden we dan spannend? Want hier liggen ook heel veel angsten onder hè? Want wat ik u hoor zeggen is een en al loslaten. En dat vindt u spannend, want u weet niet precies hoe de planning is, enzovoort, enzovoort. Dus dan bent u toch blij dat we samen in debat gaan. Voorzitter, als we ja zeggen tegen deze notitie, dan hebben we, althans in onze beleving, geen enkel antwoord op alle vragen die door de verschillende fracties, en ik heb een aantal door mee te schrijven opgesomd, om te laten zien dat we niet weten waar we uitkomen. En ik had hem tot het laatste bewaard, mevrouw Bakelaar, maar ik breng hem nu maar. De slotconclusie van de fractie van de VOV zou zijn, wie niet weet wat hij wil, krijgt wat anders. Oftewel, we laten los, we hebben talloze vragen, we moeten ons daarin laten begeleiden. We hebben geen idee waar we uitkomen, we weten niet wat het kost, we weten niet hoe lang het duurt. Eigenlijk, voorzitter, doen we maar wat. Mag ik misschien voorzitter, nog even een opmerking maken? De Friester, bless. Ja. Want volgens mij vat u in één motto samen wat nou precies de bedoeling is. Wie niet weet wat hij wil, krijgt iets anders. Daar gaat het nou precies om. Dat we iets anders krijgen dan wat we nu krijgen. In Middelkamp. Ja, dank u wel. Reactie daarop. Voorzitter, wij hebben als raad geen idee wat we willen. Omdat we nog met zoveel vragen zitten over deze startnotitie, die we willen omarmen met de bedoeling om... Ja, misschien dat ik... Nee, sorry, ja. Hè, maar ik probeerde ook als verkeersregelaar op te treden, maar dat gaat niet helemaal goed. Nee, ik dacht u... Nou ja, het is gratis handhaven, daar roept u altijd om. Dus, maar misschien is het goed om eerst even de heer De Vries-Robles te beantwoorden, dan ga ik naar mevrouw Schunselaar en dan naar mevrouw Buikelaar. Voorzitter, we kunnen een woordenspelletje blijven houden, maar loslaten betekent nou net dat je niet weet wat je krijgt. Dat is de kern van de zaak in mijn ogen. Inmiddels kan u daar nog kort op reageren, dan ga ik naar mevrouw Schunselaar. U legt de uitdaging op een hoog niveau, want kort is lastig als we het over een woordendiscussie moeten gaan hebben. En dat is misschien niet zo'n goed idee. Voorzitter, u heeft ons in ons betoog horen zeggen dat wij vertrouwen hebben in de denkkracht, het innovatievermogen en de innovativiteit van alle Nobers die woonachtig zijn in onze gemeente. En dat de optelsom daarvan veel groter is dan wat wij hier met z'n allen kunnen bedenken. Dat vertrouwen dat hebben we en we zouden heel graag willen loslaten. Maar we willen niet in een situatie komen waar we geen enkele grip op hebben en die we niet kunnen beheersen, die we niet goed van tevoren hebben aangezet, waar we niet de suggesties hebben meegegeven hoe we dit proces zouden moeten pakken. Dus het is nog een beetje vroeg om los te laten en we zouden eerst wat ons betreft, en dat heeft u in onze eerste termijn gehoord en dat probeer ik nu nog in reactie op wat u heeft ingebracht nog een keer opnieuw voor het voetlicht te brengen. Het is volstrekt onduidelijk voor de Nobers straks, laat ik het maar bij hen leggen, hoe je kan participeren, welke mogelijkheden er zijn, wat van jou als initiatiefnemer wordt verwacht. We doen maar wat. En er zal heus af en toe een belangrijke context of een belangrijk besluit of een honorering of een besluit om het niet te doen genomen worden. Maar we hebben geen idee op basis waarvan dat zal gebeuren. En we vragen mensen mee te denken met ons zonder dat we daar voldoende hebben vast, zonder dat volledig in te kaderen en dicht te timmeren zoals dat genoemd is. Zonder dat we daar iets van een richtlijn hebben meegegeven waar projecten aan zouden moeten voldoen. En dan kan iedereen volledig losgaan met het bedenken, het meedoen, het participeren en het indienen van initiatieven. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter. Ik hoorde de heer Middelkamp heel vaak zeggen, nota, notitie, nota. Maar gelukkig, ik had nog niet de kans, noemde hij toch weer startnota. Nou, ik zou daar 3 strepen onder willen zetten. Realiseer te zeggen is gewoon dat het een startnota is dat we ermee aan de slag gaan. En datgene wat u verder zegt, ja, het is allemaal mooi, maar wij moeten er gewoon mee aan de slag gaan. Dus kijk nog eens even naar de nota en kijk even naar het woord start. Mevrouw Bakelaar, wou u nog iets zeggen?
Nou ja, ik zou wel van meneer Middelkamp toch willen weten, want het gaat niet om overtuigen, maar het is ook om te begrijpen. Van vraag 1, wat is volgens u transformatie? En vraag 2, van is veranderen van gedrag van mensen volgens u planbaar? Een onderstreping en 2 vragen. Precies. Voorzitter, ik had het antwoord op de vraag van mevrouw Schunselaar helemaal scherp. Alleen moet ik even weer heel goed nadenken wat ook weer de vraag was. De nota opnieuw lezen, dacht ik. Goed even lezen, de eerste woord. Het is een startnota en niet een nota. Want dat noemde u steeds. Het is een startnota, een begin. Simpel. Voorzitter, daar waar ik het woord nota in de mond heb genomen, heb ik telkens bedoeld, en dat mocht ook wel uit de eerste termijn blijken, de startnota die nu voor ligt en geen andere. En we hebben ook in onze motie en aan het slot van ons betoog gezegd, de eerstvolgende stap nadat we deze startnota verder vervolgen, zou moeten zijn, en dan komt de handreiking en de suggesties aan het college om een aantal dingen, het verwachtingmanagement, het financiële plaatje, goed de communicatie eromheen goed aan te zetten voordat je zomaar begint met loslaten, omdat je niet weet wat je loslaat en je weet ook niet wat je ervoor krijgt. Daarvoor, mevrouw Schunselaar, via u voorzitter, hoef ik de nota niet opnieuw te lezen, want ik heb goed begrepen dat het een startnota is en ik hoop dat u begrepen heeft wat wij met het vervolg bedoelen. Dan op de vraag, voorzitter, van mevrouw Bakla, wat transformatie is. Hè, daar kunnen we ook een hele discussie over hebben. In mijn beleving, mevrouw Schunselaar, mevrouw Bakla, ik laat me daar maar toe verleiden, hebben we eerst een transitie gehad en daarmee hebben we wat we hebben overgekregen van het Rijk, hebben we één op één onder onze verantwoordelijkheid genomen en we hebben continuïteit in zorg willen bieden. Op de manier zoals dat ging, maar dan voor minder geld. Vervolgens hebben we gezegd, als dat achter de rug is en we hebben de verantwoordelijkheid tot ons genomen, dan gaan we kijken of we het beter, slimmer, goedkoper, efficiënter, van hogere kwaliteit, etc. kunnen doen. Door te transformeren, door te veranderen naar een nieuwe manier van invulling geven van onze verantwoordelijkheid. Anders dan zoals die was toen we het over de schutting kregen van het Rijk. En uw vraag daarna was of veranderingsgedrag van mensen planbaar is. Dat lijkt me een heel lastig gedrag, maar dat was ook niet de planvraag die ik u met z'n allen een aantal keren heb horen vragen. En ook niet de planvraag die wij hebben willen stellen. De planvraag is, in welk tempo verwachten we en koppelen we terug en volgens binnen welke budgettaire ruimte staan we toe dat er een aantal initiatieven wordt gedaan waar op voorhand enigszins duidelijk is van nou, een initiatief moet toch wel ongeveer daaraan voldoen en dat moet zus en dat moet zo. En dat project zouden we enigszins, om het goed te kunnen beheersen en niet zomaar los te laten, want dan weten we echt niet wat we krijgen, zouden we enigszins in de tijd moeten uitdrukken. Want als we kijken naar de startnota, dan zien we dat het een dusdanig complex langdurig traject is, dat het voor 2020, zo uit mijn hoofd, nog niet gerealiseerd zal zijn. Voorzitter, we leven nu 2017, dan hebben we het over de komende 3 jaren. En we zouden niet als raad, wat de VOV-fractie betreft, nu ja moeten zeggen en van start moeten gaan tegen iets waar we geen idee hebben waar we ja tegen zeggen. En dat dat dan vervolgens 3 jaar lang zijn gang mag gaan. En wij hebben ondertussen 3 jaar lang zitten loslaten en we wachten wel af hoe het vervolg eruit gaat zien. Voorzitter, dat was het in tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel. De heer De Vries Robles. Korte vraag nog even aan de wethouder. Ik begrijp natuurlijk uitstekend de opmerking van mevrouw Bakelaar. Maar ik dacht de notitie toch goed gelezen te hebben dat het ook over sociaal aanbesteden gaat. Dank u wel. De fractie van de VVD. Niet op dit moment. De heer Moerman niet. Partij van de Arbeid. De heer Wongers niet. De LPO. De ChristenUnie ook niet. De heer Marsman. Dan is wethouder Schelen aan het woord. Ja, gaat u er maar even voor zitten. Hey, voorzitter, het kan inderdaad ook kort. Ik denk wel dat het goed is dat ik toch nog richting de heer Middelkamp een paar dingen zeg. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat wij de kwetsbare mens maar zo laten. Wij stellen gewoon vast, met elkaar, dat er al heel veel wordt opgepakt in de samenleving. Juist ook voor die kwetsbare mens. En dat is natuurlijk het nabeschap wat er al is. En wat we ook zouden willen versterken.
En ik heb inderdaad ook meermalen betoogd dat het daarbij niet blijft. De overheid blijft, de professionals blijven. Het is een zorgvuldig proces, natuurlijk. Maar een zorgvuldig proces wil niet direct betekenen dat we allerlei vastgetimmerde criteria of procedures nodig zullen hebben. Daar zijn we met elkaar bij. Met z'n allen bij. Het is een breed proces. En ja, de rol van de Raad is belangrijk. Om te ontregelen, want daar zal het deels wel op neerkomen, hebben we u nadrukkelijk nodig. Om de samenhang van dingen te bewaken, de drie grote processen die ik beschreef, hebben we u nodig. En ja, de uiteindelijke vraag over van hoe wordt het geld besteed, hebben we u nodig. Dus die rol van de Raad is wel degelijk belangrijk. Zelfs in zo'n proces van loslaten. Kijk, mijn kijk op loslaten is dat je achterom kijkt zonder spijt, vooruit kijkt zonder verwachting en het leven ervaart in het hier en nu. En dat is in feite waar we nu voor staan. En ik zou hopen dat we daar met elkaar, en ik nodig de VOV ook daar nadrukkelijk voor uit, dat elkaar ook gunnen. En ik heb al aangegeven dat we maart, april daar verder over kunnen spreken. En ja, nog even kort over dat proces. Van Bakelaar wees er al op dat er inderdaad samenhang is met de transformatienota. En daar zullen we natuurlijk ook rekening houden in de voortgaande planning. En ja, richting de heer De Vries-Lobles, natuurlijk gaat het ook over maatschappelijk aanbesteden. Tot zover. Dat was de vierde. Dan komen we tot een afronding van deze bespreking. Waarbij we eerst het stuk aan de orde hebben en vervolgens de motie. Want zo werkt het volgordelijk. En dan kijk ik even weer met de griffier mee, want mijn ding is nog steeds wat gevoelig. Voorzitter, de heer Middelkamp. Zouden wij een stemverklaring mogen afgeven? Maar zeker. Wij kijken eerst even naar het besluit, dank u wel. U wordt gevraagd in te stemmen met de verdere ontwikkeling van het programma conform de startnota. En daar wil de fractie van de VOV een stemverklaring over af te leggen. Ja. We willen tijdens u van de vergadering wat bekorten door de motie die we zojuist hebben ingediend. En waarvan we de indruk hebben dat daar, en dat hadden we eerlijk gezegd ook van tevoren al wel ingeschat hoor, dat daar geen enkel draagvlak voor is. Dus dan heeft het ook geen zin om, alhoewel we erachter staan, geen enkele zin om het in stemming te brengen, dus dat trekken we terug. En er moet ons van het hart, voorzitter, dat we hebben het met over een hele serieuze zaak. En er wordt af en toe wat lacherig gedaan over onze inbreng, zowel aan deze tafel als van de kant van de publieke tribune. En dat vinden we vervelend, dat vinden we ongepast. En we zouden graag willen dat voortaan zich niet meer zal voordoen op deze wijze. Voorzitter, dank u wel. Is dat niet helemaal mijn waarneming, moet ik u eerlijk zeggen. Want als ik dat had gezien, had ik er wel wat van gezegd. En ik denk dat er wel wat gelachen is, maar dat ging niet over uw inbreng. Dus ik denk dat het wel goed is om daar een scheiding in aan te brengen. Maar goed, dat zou in het presidium eens prima met elkaar kunnen bespreken of die sfeer wel of niet goed is, wat mij betreft. Maar het is echt niet mijn indruk dat dat met uw inbreng vandaag te maken heeft. Moties van tafel, dus dat betekent dat we stemverklaring hebben gehad. Anderen die een stemverklaring wensen af te leggen. Niet, dan denk ik dat u instemt met de startnota met uitzondering van de fractie van de VOV. Al dus besloten. Ja, dan gaan wij door met de agenda. Sorry René. Ja, dan gaan we een puntje. Hey, de hop. Ah ja, natuurbegraafplaats. Daar hebben we ook eerder met elkaar over van gedachten gewisseld. Maar vandaag is toch vooral de bedoeling om een richting te krijgen. Is behoefte aan een korte pauze? Begrijp ik dat signaal goed? Ligt dat wat breder? Ja, het punt is, ik denk niet dat er nog koffie is, meneer Wint. Dus dan zou het meteen fris moeten. Laat maar even kijken wat er nu gebeurt. En als het ondraaglijk wordt, dan schrijven we even. Oké. Ik begin even halfweg nu, denk ik. VVD-fractie. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, dank u wel. Laten we helder zijn. Het gaat hier om een principeverzoek. Aanleg natuurbegraafplaats in Ommen. Ik kan gewoon zeggen, we willen onze instemming daar geven.
wat ons betreft, u gaat gewoon daar maar verder mee. Maar we willen wel een paar redenen geven. Er schijnt een behoefte te zijn om toch natuurbegraafplaatsen verder te ontwikkelen. En die behoefte zal ook, wat in de notitie staat, kleinschalig verder uitgroeien. Van nu 2,5% tot maximaal 5%. Omme gaat dit niet doen, maar de behoefte is wel aanwezig. En hiervoor heeft zich een private partij aangediend en die heeft gezegd, dit willen wij graag ontwikkelen. Wij zullen hier dan ook, wat ik net gezegd heb, geen nee tegen zeggen. In de notitie staan een aantal voorwaarden die wat ons betreft heel helder zijn. Geen aanleg van paden, anders dan onverharde struinpaden. Geen grafmonumenten of andere markeringen, boomschors kan wel of zoiets. Geen toepassing van niet streek eigen planten. De graven gaan volledig op in de natuur. En er wordt een norm gehanteerd die rekening houdt met de natuur, met de ruimte en de tijd die hier pas, bijvoorbeeld als voorbeeld werd gegeven, het broedseizoen. Een punt is nog dat er een gebouw geplaatst zal moeten worden voor ontvangsten, kantoor, etc. Dat vereist ook een bestemmingsplanwijziging. Nou, dat zien wij tegemoet. In principe moet dat wat ons betreft ook geen probleem zijn. Dus kortweg gezegd, wat ons betreft kan dit traject verder vervolgd worden. Dank u wel. Dank u wel. Dan komt bij de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel. Er staan hele duidelijke kaders inderdaad weergegeven. Waaronder 1.c, het begraven alleen in de meest zuivere vorm, geen verharde paden, et cetera, et cetera. Waar wij wel weer moeite mee hebben is de bebouwing. 200 vierkante meter bebouwing is nog fors, vinden wij. Maar goed, wij hebben geen moeite mee om hiermee in te stemmen. Want het gaat inderdaad om een gebied met weinig landschappelijke waarde. Het is ook geen Natura 2000 gebied, anders was het wel anders geweest. Toen had het daar natuurlijk zeker niet gebouwd mogen worden. En zoals het nu is, wat in het stuk staat, het begeleidingsschrijven staat, dat het een gebied is met een moeilijke toegankelijkheid. Nou, dat zie ik als een voordeel. Hoe slechter het toegankelijke natuurgebied, hoe beter het voor de natuur is, namelijk. Dus wat dat betreft zie ik dat niet als een obstakel. Wij kunnen hiermee instemmen, want wat vindt nou de inwoner, voorheen de burger, wat vindt de inwoner hier nou van? Waar het om gaat is namelijk dat het hier een bestemmingsplanwijziging dan uit voortvloeit. En vervolgens moet de draagvlak gevonden worden, volgens het GOP. En de tweede is het aan de inwoner om eventueel een zienswijze of een bezwaar aan te tekenen tegen de bestemmingsplanwijziging. Is ook al eerder orde geweest, vinden wij dat de gemeente het zelf moet oppakken? Nee, dat vinden wij niet. Wat ons betreft akkoord met het raadsvoorstel. Dank u wel. De fractie van de LPO, de heer Bongers. Ja, voorzitter. Dank voor het woord. Heel belangrijks in het leven en het leven na is de wijze waarop iemand begraven, gecremeerd of anderszins wil worden. En dat vinden wij een hele belangrijke keuze. En die keuze willen wij niet voor anderen maken. Wij willen wel de gelegenheid bieden om dat in Ommen op een natuurlijke manier te kunnen laten plaatsvinden. Dus wij zijn in principe voor het voorstel. Waar we wel moeite mee hebben is dat in een van de kaders wordt aangegeven dat het een meerwaarde moet genereren voor de natuurwaarden. Nou, daarvan hebben wij een beetje het gevoel, dat is leuk gezocht, daar zien we nog niet direct het voordeel. Maar het gaat om het principe, op welke wijze wil iemand later dan wel gecremeerd, dan wel begraven worden. En wij respecteren ieders keus daarin en willen daar ook de gelegenheid voor bieden. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het onderwerp waar we nu over praten, dat is natuurlijk al in een andermaal op tafel geweest. En er zijn in de commissie ook al wel wat standpunten over geventileerd. Als fractie van de ChristenUnie hebben we onder andere aangegeven dat wij geen ethische of principiële bezwaren hebben. Maar betekent dit nou ook dat wij
als ChristenUnie dan positief insteken op het principeverzoek en daarover het volgende. En dan begin ik maar met het karakter van het raadsvoorstel. In het begin van het voorstel wordt duidelijk gemaakt dat het besluit over het principeverzoek van de aanvrager een bevoegdheid is van het college. En dat roept dan bij ons direct de vraag op wat het college gaat doen met de uitspraak van de fracties. Alleen beluisteren of maatgevend of zelfs bepalend laten zijn voor het nemen van een besluit. Kortom, wat houdt afstemming in? En dat het voorstel nog twee voorvragen stelt, dat maakt het complexer. Omdat zo die eigen bevoegdheid van het college weer afhankelijk wordt gemaakt van het raadsbesluit. Misschien kan het college op dit punt helderheid verschaffen en dan over de verhouding tussen de eigen bevoegdheid tot besluiten versus het afhankelijk zijn van wat de raad aangeeft. Het valt op, meneer de voorzitter, dat in het raadsvoorstel wordt vastgesteld dat in Ommen kennelijk geen behoefte is aan natuurlijk begraven, waarvan akte. Er zijn bij veel punten in het voorstel kanttekeningen te plaatsen. We hebben geprobeerd om niet in een welis niet de situatie terecht te komen. Die valkuil is groot, geef ik toe. En naar ons oordeel is het raadsvoorstel daar ook niet helemaal aan ontkomen. Op een enkel aspect willen we wel ingaan. En dat is het bijna idyllisch voorgestelde plaatje dat de natuurlijke omgeving aan de middenweg nog natuurlijker wordt. Ook de vorige spreker gaf dat al aan. De kaders die het raadsvoorstel noemt, sluiten hierbij aan, bij die natuurlijke waarden. En hierbij willen we dan aandacht vragen voor het volgende. De mens is in wezen een wandelend vuilnisvat. Dat lijkt op een gekruide uitspraak van Mitas Dekkers, maar dat is het niet. Het is een uitspraak van de voormalig hoogleraar Lucas Reinders. En waar we bezorgd zijn om goede regelingen te treffen voor het zorgvuldig scheiden van afval, waarbij ik uiteraard uitdrukkelijk niet bedoel dat een stoffelijk overschot afval is, laat dat duidelijk zijn. Maar wij zijn op een ander front, wat het in de grond opbergen van restafval, zeer zorgvuldig bezig. We zijn zeer zorgvuldig met dat onderwerp. Dan moeten we zeker zo zorgvuldig zijn als het gaat om begraven van onze doden. Laten we goed beseffen, meneer de voorzitter, dat we geen onomkeerbare stappen moeten zetten. Hoeveel plaatsen moeten nu nog niet worden schoongemaakt, omdat we in het verleden niet verantwoord zijn omgegaan met onze ondergrond? We praten nu over een principebesluit en daarmee ook over hoofdlijnen. Dat beseffen we goed. Maar hoe gaat die invulling er nou precies uitzien en nu al een soort groen licht afgeven met onduidelijkheid over wat precies die invulling gaat worden, dat vinden wij op dit moment te ver gaan. En dan nog een onderwerp, meneer de voorzitter, een aspect. Juist aan die kant van de geplande locatie van de natuurbegraafplaats in Ommen is Ommen aan het uitbreiden. We vragen ons af of de toekomstige bewoners van de Vlierlanden niet voor of tussen onaangename verrassingen komen te staan als ze in die buurt gaan wandelen. En er zijn ook nog vragen te stellen bij de eindverantwoordelijkheid wanneer de onderneming van de initiatiefnemer onverhoopt failliet mocht gaan. De ambtelijke stukken geven aan dat Ommen dan geen eindverantwoordelijkheid treft, of sowieso geen verantwoordelijkheid treft. Maar wie is dan wel verantwoordelijk voor dat deel van ons Ommen? En tenslotte, meneer de voorzitter, natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten spreken onverbloemd over het te gelden maken van hun terreinen. Kortom, over een verdienmodel. Dat is ook geen probleem. Onze fractie is niet enthousiast over de voorstelling van zaken door initiatiefnemer, alsof het bij hem niet om een verdienmodel gaat. Tenslotte zie ik. De ChristenUnie is van mening dat begraven in Ommen een lokaal maatschappelijke verantwoordelijkheid is. En als er in Ommen behoefte is aan natuurbegraven, hetgeen dus niet het geval is, dan zou wat ons betreft de optie kunnen zijn om de begraafplaats Laarmanshoek in die zin uit te breiden. Dank u. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van D66. De heer Mors. Meneer de voorzitter,
De fractie van D66 is niet overtuigd dat we een natuurbegraafplaats willen gedogen. De rapporten die er zijn, die spreken elkaar tegen. Nou, daar willen we geen standpunt in nemen. Maar er zijn wel een paar dingen die we nog ter tafel willen brengen. Er is al door de heer Van der Moor over gesproken van als er nu wordt besloten dat er een begraafplaats komt op een bepaalde plek, dan is dat ten eeuwige dagen geblokkeerd voor andere activiteiten of zaken. De natuurwaarde is ook al even ter sprake gekomen. Er wordt gesproken over geen aanleg van paden. Sorry. Maar er wordt ook gesproken over bebouwing en verkeersdrukte. En ergens bijna aan het eind staat ook, als er dan nog aanpassingen nodig zijn, dan is dat voor rekening van de initiatiefnemer. Dus er zal waarschijnlijk toch wel het een en ander gaan gebeuren. Een ander aspect waar wij in de fractie uitgebreid over hebben gesproken is toch de verstoring van de bodem. En daar kijken we bijvoorbeeld naar stormschade. En ik rij iedere dag over de A28 naar Zwolle toe, of naar Assen toe, sorry. En daar zie ik op een gegeven moment in de middenberm zie ik bomen staan. En als er een beetje wind is geweest, dan liggen er weer een paar bomen omver. De wortels komen omhoog. En wat gebeurt er dan als daar toevallig dan ook nog, laten we het niet hopen, iemand is komen te liggen. Daarnaast is ook al even ter sprake gekomen door de heer Van der Moor de financiële houdbaarheid. Wat gebeurt er als het mislukt? Hartstikke negatief natuurlijk. Maar stel nu ook eens de andere kant op. Het is hartstikke lucratief. Dan zijn er ongetwijfeld, en het staat ook al bij de argumenten, de laatste zin in de eerste alinea, bij de argumenten staat ook al, dat een heleboel boseigenaren al het idee hebben van dat is een leuk verdienmodel. Als dat een leuk verdienmodel is, we hebben een heleboel bossen in Ommen, dan krijgen we dus een heleboel verzoeken voor natuurbegraven. In het kader van de rechtsgelijkheid, hoe gaat de gemeente daar dan mee om? En het is natuurlijk een beetje flauw om dan te zeggen van ja, wij willen een levendige gemeente zijn en geen dode. Onze conclusie, vooralsnog zijn wij gematigd negatief. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de VOV. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, natuurbegraven bij je als je er internet op naslaat en de boekwerken bij je voor of tegen. Het blijkt dat heel veel organisaties op dit moment tegen zijn en die vinden dat ook een lucratieve handel. Ik kijk hem even in de ogen aan met de initiatiefnemer. En ik moet eerlijk zeggen, daar hebben wij leuke debatten mee gehad al in ons fractieoverleg. En we hebben er ook gesproken, voorzitter, ben ik heel eerlijk in en daar wil ik even op inzoomen over het proces. Hoe dat gelopen is. En ik ga in tweede termijn aangeven van hoe wij daar tegenaan kijken en hoe wij daarmee mee verder willen. En ook hoe we met u voorgenomen besluit verder willen. Want voorzitter, het proces verdient geen schoonheidsprijs. Want en de initiatiefnemer die heeft bij ons toch wel de ogen geopend. Want u heeft als college een aantal voorwaarden gesteld aan de initiatiefnemer waaraan hij moest voldoen voordat het hier in de raad terecht kwam. Voorzitter, en als je daar naar kijkt, dan leg je al, en de initiatiefnemer voldoet aan die voorwaarden, dan geef je al een intentie als college dat je met het initiatief eens bent. Voorzitter, vervolgens komt er in de commissievergadering een voorstel, een discussievoorstel, die... Ik ga het u zo uitleggen, wethouder. Ik reageer even op de non-verbale reactie. Er komt er in de commissievergadering komt er een voorstel waar de gemeenteraad kan discussiëren, daarvan een besluit kan nemen. En ik doe het even uit de vrije hand, uit drie punten. A, geen natuurbegraafplaats. 2, zelf een natuurbegraafplaats exporteren. En 3, meewerken aan de wens van de aanvragen. Dat waren volgens mij de drie punten. Er volgt een discussie plaats en ik moet eerlijk zeggen dat mijn fractie die had gelijk al, als we eraan beginnen, doen we het als gemeente zelf.
Want er zit inderdaad, hè, want ik begrijp niet dat een aantal fracties aangeven van als er een faillissement komt, hoe gaan we verder. Er zit een lucratief verdienmodel in. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. De grondprijs is X. En als je daar een natuurbegrijf plaats neerlegt, wordt die grondprijs Y en die is hoger dan de aanschafprijs. Er komen, de doelstelling is 50 graven per jaar. 10 jaar is 500 graven. De wens is 700 graven per jaar. Dus er zit wel degelijk een verdienmodel in. In mijn optiek worden dat geen 700 mensen uit de gemeente Ommen. Het grootste deel zal uit met name de Randstad en andere plekken hier naartoe trekken. Geen probleem. Voorzitter, waar onze ogen mee open zijn gegaan, is wat de initiatiefnemer tegen ons zegt. Van hoe flauw is het als ik met een initiatief kom en je dan als gemeenteraad, dan wel als college gaat zeggen van er is ook nog een keuze om het zelf te doen. Dan had je daar toch eerder mee met die gedachte moeten komen. Want er zit een mogelijkheid in voor deze gemeente. En we zijn een armlastige gemeente. We hebben wel een dekkende begroting, maar voor langere termijn zit daar nog wel een probleempje in. Je zou ook kunnen kiezen om op eigen grond. Hè, en de wethouder heeft gezegd, ja, bij Lamashoek, dat kan niet. Zonder enige onderbouwing. Daar zou ik nog wel graag een antwoord over willen hebben van waar de onderbouwing zit. Dat je in het Laar omgeving, Lamashoek, geen natuurbegraafplaats als gemeente Ommen zou kunnen exporteren. Zou het daar niet kunnen, voorzitter? Dan ben ik heel erg nieuwsgierig of de wethouder, want hij heeft immers die vraag bij ons neergelegd van kunnen we het zelf exporteren? Dan zou ik zelf graag van de wethouder willen horen of er een verder onderzoek is geweest buiten het Laar om. Want wij hebben immers in de buurt waar de initiatiefnemer het grond, de grond aangekocht heeft, hebben wij heel veel bosgrond liggen. En je maakt mij niet wijs dat we dat daar niet kunnen exporteren. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat het college op voorhand met de initiatiefnemer zou praten van goh, koop die grond nog niet. En als wij nu die grond beschikbaar stellen, dan kunt u het voor ons exporteren. Dan wel dat wij er elk jaar een huurprijs of een ander soort vorm van geldenbedrag voor krijgen. Dat de gemeente Ommen daar ook nog iets aan overhoudt. Dus ik wil graag van de wethouder weten van hoe dat onderzoek heeft plaatsgevonden en wat er gebeurd is. En als het niet gebeurd is, waarom toen de keuze aan ons voor is gelegd om zelfs zo'n natuurbegraafplaats aan te leggen. Voorzitter, en als je kijkt naar de natuur. Als we diep in ons geheugen spitten, dan is daar ooit door de oud-voorzitter van Heracles een golfbaan aangelegd. Voorzitter, toen die golfbaan is aangelegd, heeft er een onheftige discussie plaatsgevonden over behoud van natuur. En ik weet nog dat de aanleg van die golfbaan heel anders is gelopen om de natuur behoud te houden dan er gepland was. En nu zeggen we hier, want we gaan daar maar zomaar een gebouw zetten van zoveel vierkante meter. De heer Van der Moor geeft ook al aan, en daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar, of daar geen megapot voor nodig is. Van wat er allemaal in de grond komt door die natuurbegraven. Van hoe gaan we daarmee om? En hoe kijken wij naar de natuurwaarde die daar op dat moment heerst? En dan kom ik dadelijk in tweede termijn terug van wat het standpunt van de VOV-fractie is. Maar ik ben eerst benieuwd hoe de wethouder hoe die mijn vraag gaat beantwoorden. Dan komen we tenslotte bij de fractie van het CDA. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Het CDA is in beide commissies waarin we gesproken hebben over een natuurbegraafplaats op landgoed Hoge Graven duidelijk geweest. Voor ons hebben wij het standpunt van begraven in de natuur is van alle eeuwen. En als CDA willen we dan nu ook geen onnodige belemmeringen opwerpen. Nieuw is de vorm, namelijk de natuurbegraafplaatsen. En die zien we de laatste jaren steeds meer in Nederland. Maar laten we wel wezen, in Engeland en Duitsland is deze vorm al lang niet meer nieuw en gewoon geworden. Willen we een natuurbegraafplaats in Ommen, vraagt u ons nogmaals. Ja, zeggen we als CDA. Als Ommen zijn we een schitterende groene gemeente met veel mooie natuurgebieden. En een laatste rustplaats in natuur past wat ons betreft zeker bij een groene gemeente als Ommen. Als CDA vinden we een natuurbegraafplaats in Ommen in het bos, op landgoed Hoge Graven, dan ook een interessant en passend voorstel. De voorgestelde kaders waarbinnen deze begraafplaats in Ommen mogelijk is, vinden we duidelijk en daar kunnen we ons in vinden.
Wel hebben we een vraag bij een van de kaders. Want u geeft aan dat natuurbegraven... Interruptie? Nee? Oké. U geeft aan dat natuurbegraven alleen in de meest zuivere vorm kan plaatsvinden. En hierin geeft u als voorbeeld geen verharde paden. Het CDA vraagt zich af hoe verhoudt dit zich dan als je kijkt tot het gebouw behorende bij de natuurbegraafplaats. Wordt hier dan nadrukkelijk gekeken om dit gebouw als het ware ook op te laten gaan in de natuur? Misschien kan de portefeuillehouder iets over zeggen. Andere vraag die u ons stelt is of wij de mogelijkheid voor een natuurbegraafplaats neer willen leggen bij een private partij. Nou, mogen duidelijk zijn, ja, dat is absoluut een mogelijkheid wat ons betreft, want ruimte voor ondernemerschap is belangrijk. Tegelijkertijd willen we ook de ruimte behouden voor de gemeente om dit, mocht het gewend zijn, op een later moment ook zelf als gemeente dit op te pakken. Maar in een dergelijk geval is een brede visie of beleid op begraven dan wel noodzakelijk. Of hebben we door nu ja te zeggen volgens u al beleid gecreëerd? Daar zou ik graag een reactie van de wethouder op willen. En wat ons nog puzzelt in uw voorstel, dat zijn toch de verkapte zinnen die gaan over dat de provincie nog aan het nadenken is over het beleid rondom natuurbegraafplaatsen. Ergens in het stuk zegt u van de provincie die denkt op dit moment niet na. En ergens anders staat in het stuk de provincie denkt toch wel weer na. En kunt u dat misschien toelichten en ook welke risico's brengt dat dan wellicht met zich mee? Kortom, een aantal vragen, maar in ieder geval drie keer ja van het CDA. Wethouder ter Kurst namens het college. Voorzitter, dank u wel. Om met die laatste vraag te beginnen. De provincie is bezig met nadenken over beleid van de natuurbegraving in navolging van de nabuurprovincie Gelderland, die daar al wel mee bezig is en die gelijksoortige voorwaarden, althans daar zijn ze over aan het nadenken, wil stellen ten aanzien van de meerwaarde voor de natuur. En die hebben ook al een aantal, in Gelderland hebben ook al een aantal projecten lopen. Hebben we nu een nieuw beleid gecreëerd? Nog niet helemaal. Dat nieuw beleid creëert u pas wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk geworden is. En dan hebben we nog een heel traject te gaan. Namelijk een traject van het uitwerken van de voorwaarden. En daarin hoort ook van in welke verschijningsvorm, welke eisen stelt u als commissie en als raad aan bijvoorbeeld het grote gebouw, wat echt die vierkante meters moet hebben, want het is een aula, het is een kantoor, het is een berging. Er moeten kraantjes staan, de rolbaar moet daar staan, et cetera. Die meters die zijn wel nodig. De verschijningsvorm, dat is een manier van uitwerken. En daarvan heeft de initiatiefnemer aangegeven, althans richting mij, maar ik neem aan ook richting u, dat dat bespreekbaar is. Dat ze mee willen werken in, als u zegt van het moet laagbouw zijn, het moet met een sedumdak of het moet in hout of wat dan ook, is allemaal bespreekbaar, is uit te werken. Pas bij de uitwerking en wanneer u als raad de wijziging bestemmingsplan heeft vastgesteld, dan hebt u in principe nieuw beleid gecreëerd. Dan zult u ook andere aanvragen moeten gaan toetsen of het op dat gebied, in dat gebied waarvoor de aanvraag wordt gedaan, wenselijk is om het daar toe te staan onder het oogmerk zoals het hier ook is benoemd. Meneer De Jonge, we hebben gemeend, gezien eerdere discussies in dit huis, althans, dat is de erfenis die mij is meegedeeld, dat begraven, grafrecht, etc. gevoelig ligt of kan liggen in de Raad van Ommen, in de gemeenschap van Ommen. En daarom hebben wij gemeend, ondanks dat een principeverzoek een bevoegdheid is van het college, dit aan u voor te leggen, zo open mogelijk. Wilt u dit überhaupt? Wilt u het dan zelf doen? Of wilt u het aan de particulier overlaten? Waarom? Omdat we geen beleid hebben ten aanzien van natuurbegraven. We zijn er niet mee bekend. Wilt u dat? Nou, het heeft twee keer tot een hele interessante discussie geleid. Wat niet juist is, is uw stelling dat ik gezegd heb dat het in het Laar of in Laarmanshoek niet kan. Ik heb u erop gewezen, op bladzijde 3 destijds, de tweede alinea, waarom we het daar niet willen. En dat heeft te maken, en het staat nog steeds in een stuk, en het is zelfs uitgebreid. Wij zien voor de natuur bij het Laar in Laarmanshoek geen meerwaarde, zoals we die wel stellen aan het initiatief van de initiatiefnemer. Daar heb ik zowel uw fractiegenote, mevrouw De Jonge, op gewezen, in de eerste discussieronde die we hier hebben gehad. Daar heb ik u, toen u het woord voerde op dit onderwerp in de commissie, ook op gewezen. En ik wijs u er nogmaals op.
En ik wilde u er ook op wijzen dat we dat hebben aangevuld met de hoge ecologische waarde en daardoor de kwetsbaarheid van dit gebied. En in de commissie heeft de heer Moerman dat nog eens een keer onderschreven met de normen die bijvoorbeeld Staatsbosbeheer erop nahoudt ten aanzien van Lamanshoek en het plangebied wat beoogd is. Wij hebben gemeend om alles open op tafel te leggen binnen de strengste normen. En dat komt niet zozeer direct bij ons vandaan, maar initiatiefnemer heeft aangegeven van hoe zij dat zien en onder welke voorwaarden dat allemaal zou kunnen. En dat je dan ook, als je dat doet volgens Brana, dat in zijn meest zuivere vorm doet. En dat je daarbij zo min mogelijk de bodem verstoort en daarna eeuwige rust toepast. En ze hebben ook aangegeven, althans richting mij, en ik neem ook aan dat ze u dat verteld hebben, dat ze ervaring hebben van, ik dacht zo'n ruim 350 begravingen in het Drentse. En dat ze daar altijd ver bij de wortels vandaan blijven. Waardoor bij het omwaaien van een boom de kans, welhaast, je kunt niks uitsluiten, welhaast minimaal is dat er iets omhoog zou komen. De aanzien van het economische verdienmodel moet ik uitgaan van hetgeen zowel initiatiefnemer als mijn ambtenaar hebben aangeleverd. En wij denken, op basis van de informatie die we hebben, dat het zo'n storm niet zal lopen. Initiatiefnemer heeft in de laatste commissievergadering aangegeven dat hij dezelfde of nagenoeg dezelfde prijzen zal hanteren als wij als gemeente. Dus daarin geen concurrent zal zijn. Ook het aantal begravingen per hectare wil hij nader in overleg met u laten bepalen. Ja, en dan kan ik niet in zijn portemonnee kijken voor hoeveel geld hij het perceel heeft aangekocht. Wat zijn kosten zijn om het allemaal te realiseren. Wat hij kwijt is om in de natuur te investeren. En of hij er dan nog heel veel aan gaat verdienen. Maar het gaat om het principe van medewerking aan dit verzoek. Meneer Mors, de rapporten spreken elkaar tegen. Ik kan dat niet beoordelen vanaf deze plek. Ik constateer wel dat er een wat ouder rapport ligt van Altera ten aanzien van wat laten we achter in de aarde en is dat verontrustend. Er is een rapport van 2009, daarin zegt Altera dat het niet noemenswaardig is. Wat ik wel in de loop naar een definitief besluit wil laten onderzoeken, is of er nieuwe gegevens zijn die dat oude rapport van 2009 bevestigen, dan wel eventueel daar genuanceerder over denken. Ten aanzien van de bebouwing, daarvan heb ik al gezegd, die is daar noodzakelijk, daar ontkom je niet aan, wil je dat goed laten functioneren. Even kijken, er zijn vragen gesteld ten aanzien door de heer Van der Moor en ook door de heer Mors ten aanzien van de financiën. Van hoe gaat het dan mocht Heidehof failliet gaan? Volgens de Brana-norm, en dat leggen wij op, moeten zij zorgen dat er een fonds komt. Ze moeten gaan reserveren voor het geval dat, zodat geborgd is, zoals wij dat zelf ook doen met de middelen die wij binnenkrijgen voor begraven, dat we zorgen dat onderhoud, voor zover sprake is in een natuurgebied van onderhoud, dat dat goed geregeld is. Mochten zij niet kunnen bestaan ten aanzien van een gering aantal begravingen, dan horen zij conform de wet de actes, het overlijdensboek, over te dragen aan de gemeente, zodat de gemeente weet wie waar begraven ligt. Meneer Van der Moor, u stelde de vraag van hoe gaat het college om met het advies? U gaat er nog vanuit dat het advies is. Volgens mij is het dat u gevraagd wordt een besluit te nemen ten aanzien van het principeverzoek. Daar ben ik heel helder in. Als de meerderheid van de raad zegt, werk dit uit, kom met een goed plan waar we met elkaar goed kunnen over discussiëren, dan gaan we dat uitwerken. Als de raad bij meerderheid zegt, wij zien hier niks in, dan wordt het niet uitgewerkt. Want ik heb er geen zin in om zowel mijn ambtenaar als de initiatiefnemer onzinnig werk te laten doen. Is er een meerderheid te vinden voor uitwerking, dan werken we het uit. Is er geen meerderheid voor, dan houdt het hier op. En die bevoegdheid van een college, we hebben geen beleid en geen ervaring met natuurbegraven. En daarom hebben we u in twee rondes geconsulteerd van hoe staat u hier tegenover. Niet meer en niet minder.
Ik ben blij dat het bij u niet op ethische en principiële bezwaren stuit. Dat sterkt mij in, mocht straks bij de stemming en stemverklaring toch een meerderheid zich uitspreken voor uitwerking van het principeverzoek. Dat het in ieder geval niet die gevoelige snaar heeft, want ik kom uit een gebied waar het ook gevoelig ligt. Dat het niet die gevoeligheid heeft, in ieder geval hier binnen de politiek, maar dat het meer is van hoe vlieg je het dan aan, hoe zie je het economisch, et cetera. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Fractie VVD, mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ook dank voor de beantwoording door de wethouder. Ik heb even een vraag en ik heb even mijn aantekeningen. Ik heb altijd zo'n hele schriftje. Er staat zoveel in, dus koester ik ook altijd. In de commissievergadering heeft de heer Slachter van de uitvaart, die is de uitvaartondernemer, die heeft ook ingesproken. En op de vraag van de heer De Jonge van de VOV, die heeft de vraag gesteld, goh, is hier ook behoefte aan in Omen? Weet u dat als uitvaartondernemer? En toen zegt hij, ik heb al zeker 10 principe aanvragen gehad. Dus dat is in tegenstelling wat de heer Van der Mooren zei. Want ik heb het direct opgeschreven. En ik heb het niet doorgestipt, niet uitgegund, want ik heb mijn potlood geschreven. Maar, dus dat is eigenlijk omdat u zegt, er is geen belangstelling voor. Althans, zo heb ik het gehoord. Heer Van der Mooren. Dank u wel. Dat heeft mevrouw Schunselaar zeker goed gehoord. En dat heeft de heer Van der Mooren ook zeker goed gelezen in het document zelf. Er staat dat er geen behoefte is. D'accord. De Partij van de Arbeid, nee. LPO, nee. ChristenUnie. Heer Van den Moor, het hoeft niet. Heel kort. Er is in die zin bij ons wel een gevoelige snaar geraakt. Dat heeft inderdaad niet te maken met ethische of zeg maar christelijke bezwaren. Maar dat heeft wel te maken met de zorg die wij hebben voor de natuur. En dan weet ik wel dat dit wat algemene uitspraken, algemene termen zijn die ik gebruik. Maar als je realiseert hoe nodig, en daar komen we in het vervolg van dit jaar ook nog wel verder over te spreken, verwacht ik. Hoe nodig het is om zorg te hebben voor de grond, en die noem ik dan maar even gemakshalve, voor de bestaande natuur, in welke staat dan ook, dan nemen we hier inderdaad wel onomkeerbare stappen. Ik hoef geen reactie van de wethouder op mijn betoog over wat je, dat klinkt weer niet leuk, maar het zijn wel feiten die ik naspreek. Wat je aan gif toch in de grond stopt, waarop bestaande publieke, zal ik maar noemen, begraafplaatsen wel degelijk rekening mee wordt gehouden. Bescherming tegen verspreiding in de ondergrond. Wat dan hier vrij wordt gelaten, dat vinden we wel bijzonder ernstig. Maar we kennen ook onze plaats. Dank u. Fractie van D66, de heer Moors. Ja, voorzitter. De portefeuillehouder heeft op één punt nog geen visie gegeven, om het zo maar te zeggen. Dat is, stel dat het verdeelmodel nou zo positief is, dat iedere grondeigenaar hier in de omgeving het idee heeft van, dat is een leuk verdienmodel. Heleboel, en we krijgen dus een heleboel aanvragen. Eigenlijk zou er dan dus ook vooraf wel, en mevrouw Baaklaar zal er ongetwijfeld ook een vraag over hebben, vooraf wel beleid over met elkaar hebben afgesproken. Dat was. De heer De Jonge, VOV. Ja, voorzitter. De wethouder zoomde wel heel erg in op mijn vraag over de mogelijkheden rond het Lamanshoek. Maar ik heb meer gevraagd. Want als je zeg maar een voorstel voorlegt aan de gemeenteraad dat er een keuzemogelijkheid is om hetzelfde te exporteren, dan is er ook een mogelijkheid om wat verder te kijken dan je neus lang is. En in de buurt van het Ommerbos heb ik aangegeven, dus in de buurt waar de initiatiefnemer wil exporteren, is ruimte genoeg. Dus mijn vraag was van, is daar zeker naar gekeken? Hè? En kan de wethouder nog eens aangeven van waarvoor dat niet mogelijk was? Ja, voorzitter, en tweede sluit wel een beetje aan bij wat de heer Van der Mooren aangeeft.
de milieu. En mijn vraag was, en wellicht is het best wel te vinden op internet, en misschien kan er wel iemand, dat gaat over de milieueffectreportage, van wat betekent het als je iemand daar begraaft en nou ja, de gif, ik wil niet verder op de diepte, maar de gifstoffen die daarmee in de grond gaan, wat betekent dat dan voor de natuurwaarde daar in de buurt? Ik zal gelijk bij deze, voorzitter, als het u mij toelaat, een stemverklaring afgeven. Ik wacht wel even de beantwoording af, maar de stemverklaring is dat wij hebben in de commissie commissies ingezoomd op het zelf exporteren. De gesprekken die wij afgelopen maandag hebben gehad met de initiatiefnemer en waar die mij nog eens een keer met de neus op de feiten heeft gedrukt door middel van een mail, dat het wel heel erg flauw is als iemand met een initiatief komt en je dan als gemeente mee aan de haal gaat. En dat zegt ook wat over het proces en initiatieven die wij hier misschien zelf kunnen bedenken als gemeenteraad. Zullen wij in tegenstelling dat wat wij in het verleden hebben aangegeven, zullen wij niet tegen, maar voor een voortgang van het proces stemmen. Daar moet ik de kanttekening bij maken dat wij nog niet helemaal eens zijn over de grootheid en de soort bebouwing die daar komt. Dus die discussie willen we nog wel eventjes voeren en onze inbreng daar achter de hand houden. CDA-fractie. Niet? Dan denk ik dat wij het in stemming kunnen brengen. Dan. Oh ja, sorry. Ja, wethouder te kussen, ja. Ik kreeg oog op de cola, dus vandaar. Voorzitter, dank u wel. Eerst richting de heer Mors. Ik heb in mijn betoog, dacht ik, aangegeven dat ik op de exploitatie, of de te verwachten exploitatie, dat ik daar geen zicht op heb. Dus zou er al een initiatief komen, dan zult u dat moeten afwegen. Maar of daar een model, een verdienmodel op zit, wat reuze interessant zou zijn, waar je tonnen mee kunt verdienen, want de vraag, nee, de eis is ook dat je dat moet herinvesteren in natuur. Daar heb ik op dit moment geen zicht op. Dat zeg ik u heel eerlijk. Meneer De Jonge, het Ommerbos, daar hebben wij niet naar gekeken. Wij hebben wel in zijn algemeenheid gekeken of het heel veel begravingen per jaar zijn. Volgens onze inschatting is dat niet zo. Of het heel nadelig zou zijn voor onze begraafplaatsen. En we denken dat het niet zo zal zijn. En dat de minder inkomsten in de exploitatie relatief gemakkelijk zijn op te vangen. Staat op bladzijde 3 van het stuk. Voorzitter, dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is, en los van het verdienmodel en de concurrentie voor Lamanshoek, van is er, hè, want u heeft de keuze voorgelegd aan de raad, van is er verder gekeken dan alleen het Laar? Want dat heeft u duidelijk aangegeven, dat herhaalt u ook nog een keer, zonder echt goede onderbouwing van waarom. Maar heeft u verder gekeken naar de mogelijkheden? En de mogelijkheden in de buurt van waar nu het initiatief leeft. En ik heb in eerste termijn ook aangegeven, voorzitter, van, want je zou er dan eens over na kunnen hadden kunnen denken van, verhuur het, of welke mogelijkheden dan ook, aan de initiatiefnemer. En ik heb begrepen, heeft hij mij verteld, dat hij daar best wel voor open had gestaan, van dat je ook als gemeente een soort verdienmodel hebt. Want nu is er maar één partij die hieraan verdient. En dat zijn wij niet, dat zijn wij op dit moment niet. Voorzitter, ik dacht dat ik in mijn openingszin had aangegeven dat wij niet naar het Ommerbos hebben gekeken. Dus de antwoord op die vraag is nee, dat hebben wij niet gedaan. Ten aanzien van de gifstoffen die u noemt, heb ik verwezen naar het Altera-rapport van 2009. En ik heb aangegeven dat ik wil laten onderzoeken of er inmiddels nieuwe inzichten zijn die of kritisch zijn ten aanzien van de inzichten van het rapport van 2009, dan wel dat ondersteunen. Dat heb ik toegezegd om dat mee te nemen in het traject. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan komen we nu toch richting de stemming. Is er een fractie die nog een stemverklaring wenst af te leggen? Niet? Dan vraag ik u wie tegen het voorstel is. Dat is de fractie van de ChristenUnie. En er moet nog een fractie tegen zijn, D66. Ja. Dan vraag ik u wie voor het voorstel is. Dat zou dan de overige fractie moeten zijn. CDA, VOV, VVD, Partij van de Arbeid en LPO. Dan heeft u het voorstel aangenomen. Zal het college overeenkomstig gaan handelen. Dan zijn wij nu bij de verordening met betrekking tot de commissie voor de bezwaarschrift. De heer Bongers had aangegeven daar een kleine technische vraag over te hebben. Ja, voorzitter. Het is inderdaad een kleine vraag. Als we de verordening in deze vorm goedkeuren, dat betekent dat het college de verhoging van
de vergoedingen zelf kan vaststellen. Ik zou wel graag willen weten binnen welke bandbreedte. Of geven we daarmee in principe carte blanche voor ongelimiteerde verhogingen? Theoretisch geeft u eigenlijk carte blanche, zou je kunnen zeggen, maar materieel niet. Er staat eigenlijk één zin in de verordening die dat volgens mij ook wel uitspreekt. Dus dat ook bijvoorbeeld er een jaar overgangsslaag kan worden als de CAO ook niet stijgt. Hè? Dus volgens mij is gewoon het uitgangspunt van het college. We doen niet meer dan dat we in het verleden hebben gedaan. Misschien zelfs wel minder. En daarbij kijken we gewoon terug. Dus volgens mij kijk je een beetje historisch wat is de CAO-ontwikkeling. Nou, als die gemiddeld 1 of 2% is, dat was wat er gangbaar was. Is het handiger, dat is het voorstel. Om dan gewoon op 1 januari direct te zeggen, nou, onze inschatting is het is 0,5% of 1%. Of we slaan eens een jaar over. Maar dit moet u niet zien als een aanleiding of een poging om tot excessieve stijgingen te komen. In ieder geval ben ik daar niet toe genegen. Dus dat zit er niet achter. Anderen? Niet? Dan denk ik dat u hiermee kunt instemmen met deze nadrukkelijke opmerking erbij. Akkoord. Dan hebben we volgens mij nog één punt. Dat is de ingekomen brief die door de fractie van de VOV is geagendeerd. Nou heb ik wat drinken laten aanrukken, zodat wij allemaal een beetje wakker kunnen blijven. Wat mij betreft zouden we het af kunnen wikkelen, maar we gaan wel door onze vergadertijd heen. Maar ik check even bij de VOV wat de bedoeling ongeveer is in uw gedachten qua... Maar ja, voorzitter, ik had wel een paar vragen en ook een paar opmerkingen over het document. Maar als u zegt het is 11 uur en daar hechten wij ook heel veel waarde aan, moet ik eerlijk zeggen. En het is nou nog niet zo'n brief die we eigenlijk met stromen kokend water moeten behandelen. Ik wilde er wel graag een aantal dingen kwijt, ook over de procesgang. Het hoeft voor mij niet lang te duren. Maar als u ervoor kiest om het door te schuiven naar de volgende vergadering, kan ik daar ook mee leven. Wat mij betreft doen we het gewoon nu. Hè? Want ik ga een beetje vanuit dat we rond 11:20 klaar moeten zijn. Dus als dat lukt. Zullen we het gewoon proberen? Nou, aan mij zeker niet. Dus... Maar goed, ik ben geen portefeuillehouder. Nou, alhoewel. Zou je misschien nog kunnen denken. De heer De Jonge. De VOV-fractie. Ik was trouwens wel benieuwd of er nog meer slachtoffers gevallen waren in Den Haag, maar dat is niet het geval. Nou, dat is jammer voor u, geen premier voor een aantal maanden. Dat blok heb ik gelezen, ja. Maar die gaat Rutte niet opvolgen. Goed, voorzitter. De brief van de provincie over de toezichtsvorm... Ja, voorzitter, we hebben ook wel eens een ander soort brief hier gekregen en met een hele andere insteek erin. Dus wat dat betreft bevestigt de brief dat we op de goede weg zijn. Voorzitter, alhoewel de brief wel een beeld weergeeft die wij als VOV-fractie hadden bij de begroting en ook daarvoor. En volgens mij hebben wij een aantal begrotingsvergaderingen ook aangegeven hoe wij tegen de punten aankijken die in de brief als zeg maar kritiek worden benoemd voor de toekomst. Voorzitter, en ik wil nog even kort samenvatten ook het jaar, afgelopen jaar vanaf de kadernota begroting van hoe het proces gelopen is en wat ook tot geresulteerd heeft tot de brief die er nu ligt. Want het is gewoon positief, want we hebben herhaaldelijk met de CDK in gesprek gezeten hier in de provincie dat het er veel slechter voor stond voor Ommen. En hier zit wel ook wel iets positiefs in, alleen moeten we voor de toekomst moeten we wat borgen. En daar wil ik het ook met u over hebben. Voorzitter, en vorig jaar, herinner ik me nog, bij de behandeling van de kadernota lag er geen, als we die zouden uitvoeren, geen dekkende begroting. Daar zouden de problemen veel groter zijn dan het was. Opvallend was dat de VOV-fractie om die reden als enige tegen de kadernota gestemd heeft. Voorzitter, en ik wil toch even memoreren wat nog veel opvallender was, was dat de dag erna er onder auspicie van de VOV-fractie op allerlei internetsites en in persberichten werd geschreven hoe fout de VOV-fractie bezig was om tegen te stemmen. Voorzitter, tot mijn grote vreugde van mijn fractie zag de begroting
er gelukkig heel anders uit dan we in de kadernota hebben vastgesteld. Mede doordat we in het september circulaire vanuit het gemeentefonds extra naar ons toe is gekomen, hebben we die dekking de begroting dekkend kunnen maken, maar ook belastingmaatregelen door kunnen voeren. Daar heeft de VOV-fractie echt wel door het stof moeten gaan in de richting van de leden en carte blanche gekregen om daar ook voor te stemmen. En ik vind, dat mogen we met z'n allen ook zeggen, hebben we goed werk geleverd sinds jaren om een dekkende begroting te krijgen. Wat ik toen wel zeer opvallend vind, wil ik ook nog wel even naar memoreren, dat er twee partijen waren die voor de kadernota stemmen, die geen dekkende begroting gaf, maar tegen de begroting stemmen. Nou, voorzitter, je mag rustig weten, en daarvoor memoreer ik het ook naar, onze klomp die brak. Van hoe is dat nou mogelijk? Voorzitter, en als je nu kijkt naar de brief, dan vraag ik me af of die fracties de juiste keuze hebben gemaakt. Want wij zijn er trots op dat wij sinds jaren in deze gemeenteraad voor het eerst voor een begroting hebben gestemd. Voorzitter, dan de opmerking van de provincies, want er zitten een aantal opvallende zaken in. En eigenlijk zou je zeggen, niets aan de hand. Maar als je kijkt naar de reactie, is er voor de langere termijn wel wat aan de hand. Bijvoorbeeld bij het sociaal domein, daar wordt een opmerking over gemaakt, van dat wij eigenlijk een plan moeten maken, als ik het zeg maar in mijn eigen bewoordingen omzet, van hoe wij in de toekomst omgaan met de verdere bezuinigingen bij het sociaal plan. Dus bij de gelden die we overkrijgen, dan wel niet overkrijgen van de centrale overheid vanuit het gemeentefonds. Voorzitter, en ik heb het bij de begroting ook al aangegeven, wij hebben heel veel zorgen over hoe dat verder gaat. Want als je straks kijkt naar de coalitievorming in Den Haag, en daar is nu al een heftig onweer bezig, zijn wij bang dat dat heel lang gaat duren en dat het grote gevolgen heeft voor de begroting 2018 en voor de besluiten van hoeveel geld er naar het gemeentefonds is. Dus wij moeten daar die risico's goed indekken. En ik vraag aan het college van op welke wijze zij ziet hoe we die lasten gaan sturen. Hoe we ook weer ervoor zorgen dat er in 2018 en verder vanuit sociaal domein geen kikkers uit de kruiwagen springen die wij niet verwachten. Dat wij een dekkende begroting hebben, ook vanuit dat sociaal domein, en het geld sociaal domein niet alleen gebruiken daarvoor het bedoeld is. Voorzitter, en dan de grondexploitatie. Ik heb het al zeg maar gememoreerd net bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer. We hebben de afgelopen twee jaar een keurige kreks. Er is ook heel wat water voor door de vecht gestroomd, de keurige kreks ontvangen. Maar als je het goed leest, is dat niet voldoende. Want daar zitten nog risico's in voor langere termijn. En ik zou graag willen dat u als college ons aangeeft wat die risico's zijn. Net is er al eentje genoemd van het niet mogen bouwen door wellicht een besluit van de provincie. Ik heb ook beluisterd van de wethouder dat, en daar schrok ik een beetje van, ook dat ik zelf de kennis niet had, dat het een soort tombola is van per twee jaar of per vier jaar wordt er besloten wat de gemeente om hem mag bouwen. Nou, hetzelfde hebben we volgens mij met de Rot Brink. Als de provincie dadelijk gaat zeggen van je mag daar niet verder uitbreiden, want we gaan dat aan Hardenbergen overhevelen, dan zou ik ook graag willen weten, en dan voor de kadernota, en wellicht kan de wethouder het nu al aangeven, van waar zijn onze risico's. Voorzitter, en ik heb het net ook al aangegeven, van we horen, en het is ook wel goed dat er initiatieven gebeuren daar op het gebied van bouwen of verkoop van grondenkavels op de Rot Brink. Maar er ligt nog heel veel braak. En ik zou graag van het college willen horen van hoe ziet nu de langere termijn planning eruit? Wat hebben we nou nodig? Hoeveel kavels moeten we verkopen om op langere termijn ook die begroting dekkend te houden? En hetzelfde geldt voor die gronden die we hebben liggen voor ontwikkeling van woningbouw. Maar dat is er wat. Als je kijkt naar Omme-Oost, wat net al gememoreerd is, wat heel dicht de dalen tegen de natuurbegraafplaats aan ligt, daar hebben we heel veel gronden aangekocht die bedoeld zijn voor woningbouw. Welke risico's hebben we daarin? En wij zouden zeg maar graag op korte termijn een totaal overzicht krijgen met een risicoanalyse. Hoe dat eruit ziet en hoe we daarmee een dekkende meerjarenbegroting 2018 en verder kunnen krijgen. Dank u wel. Fractie van D66? Nee, de heer de Vies-Robles niet. VVD niet. Partij van de Arbeid niet. LPO niet. ChristenUnie niet.
CDA niet. Wethouder Schelewel. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat de heer De Jonge terecht zegt dat uit de brief van de provincie wel is af te leiden dat we op de goede weg zijn. We hebben het gewone, het repressieve toezicht gekregen. En in de woorden van de provincie, we hebben structureel en reëel evenwicht in de begroting. En er staat ook letterlijk in de meerjarenraming, wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht ook behouden blijft. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Overigens is het wel zo dat we niet officiële waarschuwingen hebben gekregen voor het jaar bijvoorbeeld 2018. Alleen Kampen heeft een dergelijke waarschuwing gekregen en dat had te maken met een bepaald gekozen dekkingsvorm. Maar er zijn inderdaad wel aandachtspunten en ja, de heer De Jonge wees er ook op. Het zijn natuurlijk met name de zaken die risico met zich meebrengen. De grondexploitatie en het sociaal domein. Nou, het sociaal domein, daar is in terecht door meerdere leden van de raad ook al op gewezen van God, het wordt belangrijk om de transformatie goed in de vingers te krijgen. We hebben afgesproken dat er een uitvoeringsagenda wordt gemaakt op die transformatie, inclusief de budgetten. En dat gaan we ook zeker met u wisselen, wat mij betreft volgende maand al. In ieder geval komt volgende maand die nota. Wat de risico's betreft betekent natuurlijk ook dat we heel specifiek kijken naar de drie domeinen. En we hebben al eerder gehad over de jeugdzorg, hè, dat dat een belangrijk risico is voor ons reden om het ook meer aan onszelf te trekken. Ja, en waar het gaat om de grondexploitaties. Terecht dat u zegt van, goh, we hebben een meerjarenplan en ik stel met vreugde vast dat dat meerjarenplan voor de grondexploitaties al een paar jaar achter elkaar unaniem door de raad wordt aanvaard. Dat draagvlak daarvoor is goed en groot. En dat moeten we ook met elkaar zo houden. Natuurlijk zijn er risico's. Die risico's zitten wel met name in het uitgifte tempo. De tijd van de grote afwaarderingen hebben we gehad. Dat waren pijnlijke processen, dat weten we met elkaar. Het is nu een uitgifte tempo verhaal. En ja, we moeten dat natuurlijk bewaken. Ik ga niet in op het negatieve verhaal van, goh, de provincie gaat ons verbieden dat. Daar ga ik gewoon niet van uit. We hebben gewoon bestemmingsplannen die onherroepelijk zijn. We hebben een afspraak over het tempo. Ja, en als de wereld anders wordt, dan horen we dat. En u hoort dat uiteraard als eerste. Ga ik eerst niet vanuit. Als je kijkt naar die uitgifte tempo, is het overigens wel zo dat we kunnen vaststellen dat we het afgelopen jaar natuurlijk goed gedaan heeft. Hè. Collega Terkeurs heeft al gewezen, bijvoorbeeld de Vlierlanden, is mooi gegaan. Ook andere trajecten liggen redelijk op tempo. Nou, collega Baumans heeft ook al gezegd hoe het met de Rotbrink gaat. Gelukkig zit er eindelijk weer wat lucht, licht in de duisternis van de Rotbrink. Met andere woorden, op dat punt zijn ook niet direct extra risico's te verwachten. En voor de goede orde, we hebben natuurlijk bij de Rotbrink ook al een enorme voorziening getroffen. U weet er alles van. Met andere woorden, denk ik dat we wel degelijk die risico's in beeld hebben. Maar dat betekent natuurlijk wel dat we geen gekke dingen moeten doen. Ik denk dat we met elkaar kunnen vaststellen, en daar zijn we ook blij mee, dat de Raad afgelopen najaar zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En ik denk dat het nou gewoon ook alleen maar zaak is om koers te houden. Tot zover, voorzitter. De Jonge? Ja, voorzitter. Mooie beantwoording, maar ik heb nog niet gehoord van hoe de wethouder, hoe het college kijkt tegen de zorgpunten die de provincie in de brief aangeeft. En op welke wijze hij, ik hoor een positief verhaal, maar hoe neemt de wethouder namens het college die zorgpunten weg? Want die zijn heldere punten in aangegeven voor langere termijn, maar hoe? Ik heb nog niet gehoord van op welke wijze de zorgen bij mij weggenomen zijn. Ja, voorzitter. Er zijn een aantal precieze punten, hè, in de zin van de bezuinigingen die we moeten realiseren. Hè, de maatregelen die we hebben genomen in het herstelplan, die moeten natuurlijk door. Hè. Nou, ik ga daarvan uit dat we dat gewoon met elkaar, en we met elkaar besloten, gaat het college ook uitvoeren, dat dat ook verder onverlet is. De provincie heeft twee domeinen specifiek als risico aangemerkt. Dat is het sociaal domein en dat is dus de grondexploitaties. Daarvan heb ik gezegd, sociaal domein, daar maken we dus de transformatieagenda inzichtelijk van wat ons beleid is, wat de middelen zijn en wat de risico's daarbij zijn. Dus daar komen we op korte termijn mee. En waar het betreft de grondexploitaties hebben wij een uitgewogen meerjarenplan. Daar gaan we ook gewoon mee door. En inderdaad, het punt van die uitgifte tempo, dat bewaken we natuurlijk. Mochten daar tussentijds ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat als eerste.
Voorzitter, ik heb met alle respect, ik heb nog niet gehoord, want die grondexploitatie, er was er trouwens nog eentje en dat was het niet behaalde bezuinigingen. Maar ik heb nog niet gehoord van hoe we met die grondexploitatie, want zeg maar, er is een uitgevertempo, hebben we vastgelegd, hè? Maar de provincie heeft daar toch zorgen over. Hè? En op welke manier gaat u nu bij de provincie dan wel bij deze gemeenteraad die zorgen wegnemen? Ja, welke pemper moet ik nog aanbrengen richting de provincie? Zij heeft elke denkbare zorg die je maar kunt bedenken bedacht om dat bij ons uit te gieten. Kijk, als wij met elkaar vaststellen dat wij een bepaald uitgiftetempo reëel achten en we halen dat, we hebben het afgelopen jaar hebben we dat gehaald, dan gaan we dat natuurlijk aan de provincie vertellen. En als dan de provincie zegt van ja, we houden toch voor de toekomst blijvende zorg, dan zeggen wij van nou, dan nemen we daar nota van. Wij gaan gewoon rustig door met de koers die we hebben ingenomen. We hebben op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat dat minder wordt. Punt. Klaar. Anderen? Niet? Dan kom ik tot een afronding en dan denk ik dat u de brief voor kennisgeving aanneemt. Dat is het geval. Dan kom ik tot het einde en de sluiting van de bijeenkomst. Ik dank u allemaal voor uw inbreng. Het is nog geen 11:15, dus dat hebben we keurig gedaan met elkaar vanavond. Er staat nog wat drinken klaar, dus u mag nog even blijven. Ik wens u in ieder geval, voor zover u nog blijft of naar huis gaat, een fijne avond verder en graag tot een volgende keer. Oh ja, we geven nog een handje.